two are getting rough. My mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. No, 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 no,
introfilmpje aangaat van Luin, dan moet dus dit andersom, omdat het commercieel is. Goedenavond dames en heren, welkom in de 5 Meihal, althans bij de livestream van de 5 Meihal. Het is de derde en beslissende wedstrijd in de serie tussen Zorg en Zekerheid Leiden, die straks in het, laten we zeggen, de groene kleuren zullen spelen, tegen Ares Leeuwarden, wat in ieder geval warm loopt in het rood momenteel.
Stand is 1-1. Leiden heeft de thuiswedstrijd gewonnen met 8 punten verschil, 85-77. En heeft de uitwedstrijd verloren met 64-56. Het was in de uitwedstrijd op een gegeven moment 46-29. Leiden kreeg echt een pak slaag. En vanaf dat moment was er opeens een 3-24 run. Waardoor Leiden met 51-54 en 53-56 voorkwam. Alleen in de laatste 4 minuten ging er geen Leidse bal meer in. Gooide Aris er een aantal 3-punters in. Met name Jeroen van der List en David Michaels. Met als gevolg dat we hier een derde wedstrijd gaan spelen. Historisch gezien heeft Zorg en Zekerheid Leiden onder die naam. We gaan niet terug naar de Park en de Elmingstijd, maar alleen de Zorg en Zekerheid Leiden periode. 6 keer een beslissende wedstrijd moeten spelen. 3 keer thuis. Waaronder die historische wedstrijd tegen Donar. Met 7, die 4-3 werd met 3 verlengingen. Al die wedstrijden thuis heeft Leiden gewonnen, de beslissende wedstrijd. En uit heeft Leiden al die wedstrijden verloren. Dus laten we zeggen, historisch gezien zou Leiden deze wedstrijd moeten winnen. Maar in deze serie is alles mogelijk. Het had ook gewoon in de eerste wedstrijd al een overwinning voor Aris Leeuwarden kunnen zijn. Waren het niet dat Cumulis zo vriendelijk was de bal te schenken aan Wurtie de Jong. En die daarmee feitelijk de wedstrijd in het slot gooide. Wat Stefan Mladenovic na afloop ook tegen ons meldde. Aris heeft wel de tactiek gehanteerd in beide wedstrijden door lange aanvallen te spelen. Door af te wisselen met zone om Leiden uit het spel te halen. En als bij Leiden het schot niet loopt, zoals in Leeuwarden het geval was, dan kan je nog steeds 19 aanvallende rebounds pakken. Maar ja, dat schiet dan toch niet op en dan verlies je die wedstrijd ook gewoon. Leiden speelde ook een stuk zone. Daar had Aris Leeuwarden het weer heel erg moeilijk mee. Dat is ook waar door Leiden opeens van een verre achterstand op voorsprong kwam. Maar goed. Michaels uit de hoek en Van der List ook nog een keer in 3 punten naar een headfake. En toen was het weer 59-56 en toen kon Leiden weer achter de feiten aanlopen. We zullen ook ondertussen met een schuin oog kijken naar de Maaspoort. Daar is namelijk ook een beslissende wedstrijd aan de gang. Want als die gaat zo beginnen tussen New Heroes Den Bosch en Forward Lease Rotterdam. Het is zo dat New Heroes de eerste wedstrijd met 35 punten verschil won. Maar goed, als je met 1 punt verschil wint is het ook genoeg. In Rotterdam werd het wedstrijd met verlenging en die werd uiteindelijk met 4 punten verschil gewonnen door Forward Lease Rotterdam. Het is op zich wel een aangename sfeer hier. Er zijn toch nog wel mensen van het Leidse supporters gekomen, ondanks dat het 5 mei is. Prachtig weer, vakantie in de regio en een zonnetje. Maar er is ook een bus, er zijn ook 2 busjes vanuit Leeuwarden gekomen. Die hebben hier 1 tribune bezet met mannetje of 60. Met gastoeters die eigenlijk niet toegestaan zijn in de 5 mei al. Ik ben benieuwd of die nog stilgehouden worden. Of dat nog wat over gezegd gaat worden. En zo niet, dan hoort u af en toe een piep door het geluid. En daar kunnen we ook niks aan doen. Dan hoef je niet op de stream te gaan reageren van het geluid is slecht. Want dat gaat gewoon geel buiten ons om. Die toeters zijn namelijk vrij hard, moet ik zeggen. Dus, nou, we staan er klaar voor. De eerste bal is nu voor Aris Leeuwarden. En dan gaan we kijken wat play-off basketbal betekent in de Nederlandse competitie, in de Dutch Basketball League. En David Michaels zet de voorsprong voor Aris Leeuwarden op het bord. 2-0. Ja, Vetti mist onder het bord. De rebound is ook niet van Leiden. Aris Leeuwarden bal. Het is wel zo dat Leiden moet echt een keer een goede wedstrijd gaan beginnen. Of goed aan de wedstrijd gaan beginnen. Dan geloof ik het allemaal wat makkelijker als ze met moeite meteen al gaan beginnen. In beide wedstrijden kwamen ze 12-5 achter. Dan wordt dat toch een probleem voor Zorg en Zekerheid Leiden. Wat dat betreft, je kan dan 7 keer winnen van Aris dit seizoen. En je kan in 4 jaar tijd niet van ze verliezen. En thuis in 8 jaar of 9 jaar tijd niet verliezen. En in zo'n wedstrijd kan gewoon in principe alles gebeuren. Het is maar net wie heeft op een gegeven moment het juiste wapen in handen. Van der List mist in ieder geval de eerste bal. En er wordt een fout gemaakt door Niels Bunschoten.
Sergio de Randami ziet eruit alsof hij niet helemaal goed uit die botsing is gekomen met Van der List. Zit nog een beetje aan zijn neus te wrijven. De vloer wordt natuurlijk gewoon goed gedweild. Het is natuurlijk bloedheet in die 5 mijl. Wij zitten op een, laten we zeggen, 5 meter hoogte ongeveer, 4 meter. Al die warmte komt naar boven, dus eigenlijk hadden we hier onze zwembroek moeten gaan zitten. Maar dat willen we ook niet aandoen. Dat is zeker niet, want straks de interviews doen we dus minder zwembroek. Daar gaat het natuurlijk nergens over. Dus. Randami van buiten. 3 punten gaat mis. Hij gaat weer heel snel voor de 3 punters. Ik ben er zelf niet zo'n fan van. Ik heb liever dat je gewoon eerst een paar keer de bal inside gaat gooien. En dat je daarna voor de 3 punten gaat, dat er wat meer ruimte komt binnenin. Cumulis, schotje van de kop, ook mis. De Jong met de bal. Zou er in een hoger tempo moeten. Love met de bal. Terug naar de Randami. Krasi met een veel te kort jumpshot. Wordt hier ook op de camera gezet of gefilmd door Bas. De Bas, onze filmer. Andere filmer. Dus we zullen even vriendelijk glimlachen. En Cumulis onder het bord 0-4. Ja. Love ging helpen op de post bij Van der List. Cumulis sneed in, was helemaal vrij. En de eerste score, de tweede score voor Ares Leeuwarden staat op het bord. Dat is Bas Schollaert, Martin, van Diverbuilding Videoproducties. Ja. En hij is bezig met een impressie van alle grote voordelen die het heeft om een lid te zijn van de businessclub van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal. En alles wat er bij zo'n wedstrijd komt kijken, en dat is nogal wat. En er zitten natuurlijk ook heel veel sponsors bij. En daarover gesproken, even dank aan de belangrijkste man van deze avond tot nu toe. En dat was de ijskoman die ons tijdens het opbouwen kwam verkoelen. Terwijl Van der List mist. En Bert, de ijskoman, je bent een held. En Bert klust ook een beetje bij op het Leiden gastenboek samen met Mario. Zij opereren daar wel eens onder de naam Mabe Scouting. En komen dan met de ideale spelers voor ZZ Leiden aan. Die soms toch niet helemaal betaalbaar zijn. Maar dat is een ander verhaal. En hier de eerste score van de tweede, de gelijkmaker. Nee. Hey, die stond heel snel op het bord, ik wil wel zeggen. Was toch pas de eerste. Die was nog bezig met de knop. Die twee die stond heel snel op het bord, Wordy de Jong. Oh, steal. En lay-up van Love naar deze steal. Werd goed gedubbelteamd op de wing. En de paas naar de kop was gewoon niet scherp genoeg. En dan is Love er als de kippen bij. Om in ieder geval de gelijkmaker op het bord te zetten. Op zich is dat ook wel lekker, want Leiden was natuurlijk nog niet zo goed begonnen. Veel missers, veel verkeerde opties. Ver van de ring gehouden. Ik werd daarvan de Randami ketst eraf, maar wel de rebound voor Veddy. Oh, een hele vergezochte paas van Krasi. En een mooie staartje ook online van Leon Kersten. Waarin blijkt dat Love en De Jong volgens mij nummer 1 en 2 zijn qua minuten dit seizoen. En wordt daar de call. En het voordeel van Leeuwarden in ieder geval. Terwijl De Jong daar toch wat anders over leek te denken. Maar zij maken de meeste minuten in het hele seizoen. Twee guards van ZZ Leiden. Het publiek in ieder geval helemaal wakker, want zij zijn het ook niet eens met deze call. Michaels naar de vrijworplijn. Ja, dat kan een N1 worden zelfs. Terwijl die fout toch duidelijk in de dribbel gemaakt werd. Goede start van Leeuwarden. Martin, ik zat nog te denken, zou het nog een voordeel zijn dat Tony van der Bos Paul Vervaak en Vervaak's interpretatie van het basketbal goed kent? Het kan natuurlijk ook een voordeel voor Vervaak zijn dat hij Tony van der Bos goed kent. Maakt dat nog uit? Nee, ik weet alleen dat Van der Bos gekserend heeft gezegd. Vervaak geen gekke dingen, want anders maak je seksleven bekend. Ja, dat ging dan eigenlijk vooral over het einde van de competitie. Maar dan nog, 3 punten valt goed. Ai, 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 slechte start is van Leiden 4-10. En zit de spanning er dan op? Nee, dit is gewoon omdat ze gaan dubbelteamen.
En dat is gewoon... We gewoon op de verkeerde mensen... Gaat hij naar het bord gegaan, niet afgewerkt. En alsnog een P. Was dat in de rebound of op het schot? Ja, het schot. Hij steekt twee vingers op. Dus krijgt twee vrijworpen. Juist. Kijken we even naar de laatste drie punten daar. Ja, dan wordt er gewoon weer geholpen. Van de List gaan het dubbelteamen. En die bal gaat naar buiten. En Kretz, het enige wat hij doet, is gewoon drie punten met die linkerhand raak schieten. Jazeker. Ja, daar het is een soort Joe Ingles, Martin. Van de Utah Jazz. Ja, die heb ik vannacht niet gezien. Nee, ik ook niet. Daar hebben we geloof ik ook niet zoveel aan gemist, dat we die niet gezien hebben. Vet in ieder geval altijd even nadenken. Ja, dat was tegen de Warriors, toch? Ja. Ja, nee, tegen de Houston Rockets. Moet ik even goed nadenken welke serie nou welke was. Want daar hebben we niet veel aan gemist. Ja. Dat is een 40-70 Die andere wedstrijd was wel geweldig. Daar heb ik stukken van gezien. Golden State en de New Orleans Pelicans. En dan krijgen we vannacht weer de Cavs, neem ik aan, en de Celtics. En gaan de Celtics de finale halen. Maar goed, terug naar deze wedstrijd met kleine Shake en Bake tegen Verdi. Oh, mooi gedaan. Had zichzelf mogen belonen daar onder de ring. Maar leidde dus gedubbeld pas 5 punten in 5 minuten. Dan kom je uit op 40 en dan ga je niet mee winnen. En laag tempo met de aanval en de turnover. En wat mij opviel die wedstrijd in Leeuwarden, Martin. Dat wat heel goed lukte bij Leeuwarden, was een laag tempo spelen. Ja, ze speelden lange aanvallen. En ik heb de highlights nog even bekeken van wedstrijd 1. Dat was de ene na de andere vastbreek van Leiden, zeker in het begin van de wedstrijd. En daar was donderdag, werd dat heel goed eruit gehaald, hè? Ja, dat was eigenlijk ook wel een tactiek in de wedstrijd zaterdag, of afgelopen dinsdag, om dat ook te doen. Alleen wat Leiden gewoon vergat, ja, was dat ze gewoon ook wel fanatiek moeten blijven spelen, weet je wel. Tiel van de Jong, uitstekend. Onsportieve fout, logisch. Ik bedoel, als je hem de fout niet maakt, is het een lay-up. Echte play-off fout, harde P. Hier nog even de laatste hoogtepunt. Heeft u al een keertje gezien, die bal van Kretz nog een keer. Sindsdien niet zo heel veel gebeurt. Vooral wat balverlies dus van zorg en zekerheid Leiden. Ja, weet je, afgelopen wedstrijd begon het al. Begon Worthy. En je mag natuurlijk zeggen van Worthy wat je wil. Eerste bal had hij al bijna dribbel verloren. Daarna geeft hij een paas de bucket in waar niemand staat. En toen werd hij gewisseld. Ik denk, nou, goede wissel. Hij werd gewisseld omdat zijn schoenen het niet goed zaten. En andere schoenen uit de bus gehaald. Ja, dat begreep ik. Schoenen was kapot gegaan. Ja. En, ik begreep ook, maar dat is wel uit tweede hand, dat hij daarna drie verschillende paren schoenen heeft geprobeerd. Okay. En die bevielen allemaal niet. Ja. Weet je, Arie, in mijn tijd en ook in jouw tijd hadden we één paar schoenen en de basketbal die op. En als ze kapot waren, ging je nieuwe halen in de winkel. En als even mee zit, nam je dezelfde. En wat ook altijd leuk was, Martin, als je veta brak. Maar daar had ik op een gegeven moment dan wel door schade en schande geleerd dat je wel een paar extra veters mee moest nemen. Ja. Maar goed, Leiden kruipt wel wat dichterbij. Drie puntjes. Natuurlijk nog weinig aan de hand. Een verre jumper van Kerazi is wel goed. Ja, op zich zijn dat wel de schoten die je weg wil geven. Als je dan toch moet kiezen, Kerazi onder de ring of Kerazi van afstand. Maar hij schiet hem er netjes in. Hallo, schijt. Verre driepunter van de List valt niet. En diezelfde onverzettelijke Mohamed Kerazi met de rebound maakt het meteen het tempo. Love, het schotje. Oh, valt goed. Hele mooie bal. En Leiden voor. De eerste voorsprong van Leiden in deze wedstrijd. Kijk, een 7-0 run van zorg en zekerheid Leiden. Leiden heeft er nu van meer punten gescoord dan in het eerste kwart afgelopen wedstrijd. Open schot valt niet. Hoge rebound van de Jong. Kan Leiden tempo maken. Dat doen ze natuurlijk graag. Jazeker. De Jong naar de ring toe. Oh, mooi blokshot van Van der List. Maar alsnog afgewerkt door Leiden. Dat helemaal terug is. En een steal. Meteen een steal van Leiden. Ai, ai, ai. En meteen schot van Loof valt niet. Oh, publiek goed erachter. Ja, het is natuurlijk ook heel erg nodig. We zagen het al in het tweede deel van wedstrijd 1 dat Leiden toch niet zo lekker in de serie zat. En we zagen het natuurlijk donderdag zo'n beetje de hele avond. Maar de knop lijkt omgezet te zijn. De van Aris is goed. Jimenez met een drive. Ik vind dat hij te makkelijk naar binnen kan met zijn rechterhand ook notabene. De gozer is rechts. En dan heb je toch een hekel aan als iemand dan met zijn rechterhand naar binnen komt. De Randami met een driepunter.
Raakt het netje aan de verkeerde kant. Maar een hele goede rebound van de Jong die een reclamebord meeneemt. Maar het is voor een goed doel. En daar wordt dit een continuation. Nou, in ieder geval geen scoren. Maar is het twee maal of niet? Ja, de vingers gingen Martin heeft het al gezien. Check. Ja. Ja, we hebben momenteel los van de scorecamera drie camera's. Dus ik zit als een malle te switchen. En dan zie je bepaalde dingen weer niet. Maar daar is gelukkig mijn buurman. Die overigens in een keurig overhemd is gekleed in deze tropische temperaturen. Dat doe ik hem niet na. Ja, maar Martin, altijd het heertje. Hij gaat straks ook nog op camera natuurlijk voor de interviews. Ja, ik heb bij Ares niet gevraagd of Tony van der Bos kwam. Want die is al twee keer laten afweten. Dus ik denk dat we in principe alleen met Paul Vervaak zijn. Na afloop, ik kan natuurlijk altijd nog even kijken of Mladenovic weer wil komen. Ja, het was een leuk gesprek afgelopen dinsdag met de aanvoerder. Contact onder de ring en Vervors met de rebound. Goede ingreep van Verri. Ja. Flotertje van de Jong valt niet. En dan ontfutselt hij daar de bal bij Van der List. Ja, Leiden die heeft nu wel alle 50-50 balls. Of zelfs ballen die eigenlijk gewoon voor Leeuwarden moeten zijn. Maar dit gaat even mis. Martin trekt zich de schaarse haren uit het hoofd. Er zijn twee mensen die ernaast staan. Verver staat ernaast en daarna daarachter staat Vetti. Waarom paas hem dan naar Vetti? Paas hem via Marijn naar Vetti of paas hem gewoon goed in die handen, maar niet zo slap. Hier nog even die score van... Wie was die laatste score? Ik zag het niet goed. Van der List volgens mij. Nee, dat was de drive van Cumulus. Toch Cumulus, hè? Ja. Ja, hier wel Van der List, Cumulus. Of hij naar Blackman gaat, nee. Open schot, moet er dan wel in en rolt er uit. Ja, hij speelt een hele goede serie tot nu toe. Van der List ook inside, outside, schoten blokken. Vandaag nog niet helemaal los. Ja, naast die mooie wedstrijd Martin Den Bosch tegen Rotterdam hebben wij ook nog wedstrijd 3. Terwijl Vervors mist. Rebound voor Musters. Mooie wedstrijd 3 in de damesfinale tegen lekdetek.nl, Bemmel, Batouwen en Solarsystemen Grasshoppers, ploeg van Rick Driessen die kampioen kunnen worden. Mits zij de wedstrijd 3 in deze best of 5 gaan winnen uit. De wedstrijd begint om 8:30. Nou, dat was een aardige 3 seconden die daar stond. Maar goed, het gaat door. Als Gijs naar die fluit gaat het gewoon door. En dan legt, voor mij was Musters, legt die bal er ook gewoon in. 8 seconden nog. Snel gegaan dit eerste kwart. Vrij weinig pees en vrije worpen. Karasi, schotje, airball en de tijd is ook om. Ja, er zijn pas 7 pees gemaakt, terwijl je er toch meestal wel een stuk of 10 verwacht. Ik zet in ieder geval vast even de hoogtepunten aan. En laten we beginnen met een ander dingetje, dan hebben we dat ook netjes gehad. Daar komt hij meteen, Martin. Wil jij de beste plek bij de volgende wedstrijd? Check de actie op onze Facebookpagina. En laat zien dat jij een ZZ-fan bent. En misschien zit jij straks wel op de fanseat. Ga naar de Facebookpagina en doe mee. Ja, ik ga even kijken, we krijgen nu stats per kwart. Dankjewel. Ik zat even te kijken bij New Heroes tegen Forward Lease Rotterdam. En daar begint New Heroes toch wat afstand te nemen. Het ging lang gelijk op tot 12-12. Het staat nu 18-12 voor de Bossenaren. Ja, die natuurlijk ook nog helemaal niet zeker waren van hun plekje in de volgende ronde.
wat dat betreft is het wel leuk dat er twee wedstrijden zijn. Dat ze alle twee voor 3 wedstrijden gaan. Dus volgens mij ook voor het eerst in de tijd dat we met 6 ploegen in de play-off spelen, dat we eerste ronde wedstrijden allebei de series 3 wedstrijden tellen. Vorig jaar was dat bij Leiden wel het geval. Die verloor meteen thuis van Apollo. En daar werd het 1-1 in Amsterdam en 2-1 in Leiden. De andere serie was gewoon 2-0 en de jaren daarvoor was het altijd 2-0. Dus nou, we gaan in ieder geval weer verder. Leiden heeft in ieder geval balbezit. Mijn camera valt uit. Het schijnt het weer te doen, dus er staat nog wel HDMI 1 in beeld. Maar goed, we zijn weer aan het ballen. Fout van Cumulis. Ik zie dat Ola ook in de ploeg is gekomen bij Zorg en Zekerheid Leiden in plaats van Clayton Vetti. Ik geloof inderdaad, Martin, dat een van onze monitoren last heeft van de hitte. Laten we daarop houden. Maar de camera naar de kijkers die loopt wel gewoon door. En die is ook altijd hier gelukkig voor ons te zien. Laten we dat wel afkloppen. Maar die is gewoon continu in de lucht. Ja, de andere alternatief is dat we gewoon gaan staan. En dat we dan staand commentaar. Als we voor Leiden zijn, gaan we wel staan. Dat is ook wel zo, ja. Het is wel weer zo dat in deze wedstrijd, dus in 2 wedstrijden is het al zover geweest, dat Leiden ontzettend veel aanvallende rebounds pakt. En dat zeiden we ook tegen Mladenovic natuurlijk in de eerste wedstrijd. En die zei ook van ja, daardoor krijgt Leiden meer possessions en winnen ze die wedstrijd. In Leeuwarden waren het ook 19 aanvallende rebounds. Dus ik wil niks zeggen, maar we gaan nu ook hard die kant op met 19 rebounds. Love. Birdie de Jong voor 3. Die gaat erin. Er ontstaat nu een klein gaatje van 5 punten. 19-14 in het voordeel van Zorg en Zekerheid Leiden. Ja, Leiden wel met allemaal afstandsschoten dit kwart. Maar wat Martin al zei, door die aanvallende rebounds ook bij gemiste afstandsschoten gewoon nieuwe kansen. En dan dat uiteindelijk gewoon benut door Birdie de Jong. Van der List goed dwars gezeten door Ola. Hier nog even die actie van de Jong. Wide open en Blackman kwam absoluut niet meer in de buurt. Hoe speelde Blackman donderdag? Martin, hij is me niet zo heel erg opgevallen. Hij start ook niet, hij bleef ook lang aan de kant. Ja, die jongen heeft natuurlijk ook een blessure gehad. En, ik vond het wel knap dat hij zei dat hij zou gaan spelen, dat hij dat dinsdag ook kon aankondigen. Ja. Oh! 3 punten van Mladenovic. Juist de captain voor 3. Goed screen, Leiden hedst niet op de screens. En gaan er gewoon onderdoor met als gevolg dat er gewoon een 3-punter geschoten wordt. Mladenovic, eerste score van de wedstrijd. En bij Leiden al 9 punten voor Rudy de Jong. En 7 punten voor Carrington Love. Deze man. Die de bal nu weggooit. En turnovers zijn, laten we maar zeggen, op Leidsniveau. Namelijk gewoon toch wat te vaak en te schorrig. In Den Bosch is het eerste kwart afgelopen. Daar staat het 18-14 voor New Heroes. Ze Cashin Sharir al met 9 punten staan daar. Ze heeft de helft van de scorers van Den Bosch gemaakt. Michaels voor 3. En die gaat erin. En Leeuwarden weer voor. Meteen de time-out van Leiden. Mooi schot. Ja, het is een schuttersfeest. Dat wil niet zeggen dat alles raak vliegt, maar er wordt gewoon veel van afstand geschoten. Ja, dat is ook wel een beetje inherent in het spel van Leiden natuurlijk ook. Die doen dat zo ontzettend vaak. En je ziet gewoon nu ook al dat de schoten van Leiden niet allemaal vallen. Van 3 punten van de Jong, toen Mladenovic. En toen deze laatste bal van Michaels. 3 punters in 2 minuutjes tijd. Ja. Ah, ik zie dat Forward Lees inmiddels aan het terugkomen is. Kanda gaat in ieder geval niet zo'n slechte wedstrijd spelen als de eerste keer in de Mos. Dat hij 6 vrije worpen, dat was het. Vorige wedstrijd had hij 30 punten. En hij staat nu aan het begin van het tweede kwart al op 8 punten. En het is dan ook 18-16. Het is daar ook nog verre van beslist. Dus, het was een heerlijke wedstrijd, hè, Martin. Jij was aan het werk in Leeuwarden. Ik heb hem niet live gezien op Ziggo, maar ietsjes later. Dan, kort daarna wordt hij ook nog eens een keer helemaal herhaald. En trouwens ook complimenten voor de mensen van Podium TV. Want die stream had ik ook gemist. En ook die kun je dan stream.
misschien weer niet altijd direct kan terugkijken, maar die wel dan kort na de wedstrijd nog een keer wordt gedraaid. En toen heb ik eerst Leiden zitten kijken en toen die mooie wedstrijd met die overtime in Rotterdam. Ja. Spectaculaire wedstrijd, hoge score. Ja, toch leuk, toch? Vind je, ook al zouden die teams nu weer eruit gaan. Ja, dan heb je toch het seizoen thuis heel positief afgesloten met perspectief op het nieuwe seizoen. En ook leuk interview met de man van Dordrecht in de halftime bij die wedstrijd van Den Bosch en Rotterdam. De Dutch Windmills. Weer balverlies van Leiden. Ja, dat is Ververs aan doen dan. Rondje dribbelen over onder het hele veld door. En dan even overgeven aan Wurt de Jong. Dat verwacht je daar natuurlijk niet. Altijd gevaarlijk als je aan de zijlijn bent. Dan kun je maar één kant op. Hier in de post tegen... Oh, uitgepaast. Dat ging net goed. En dan gedraaid door Blackman die hem inlegt. Ja, een vrije weg leek hij wel te hebben naar de basket bijna. Ja, dat is wel een van de kritiekpuntjes die ik heb op de Leidse verdediging. Is dat er zo weinig helpsite is. Je kan in feite kan zo die bucket instormen en er is niemand die even komt helpen of wat dan ook. Nee. Sowieso de rim protection. Ola is geen shotblokker, Randami ook niet. En live by the jump shot, die by the jump shot. En live by the offensive rebound, want dat doet Leiden uitstekend. Een hele mooie paas van de Jong op Love. Love inmiddels op 9 punten. Michaels naar de ring en oh, moeilijke bal, knappe bal tegen de Randami. Leeuwarden, 3 punten voor. En het is nog lang te gaan, maar als je stelt dat je niet met een voorsprong de rust in gaat als Leiden, dan kunnen het bange tijden worden. Want wat kan je doen? Je hebt weinig wisselmogelijkheden, eigenlijk maar 1 wissel. Misschien 1,5. Dan heb je het wel zo'n beetje gehad. Het is Ola Ververs, misschien Butter. Ja, maar weer eens een jumpshot. En dit keer dan wel de rebound voor Aris. Publiek stil geworden. Heel stil geworden. Ja, dus weer dribbel, dribbel, dribbel op 1 plek. En dan proberen je man uit te spelen. Gaat niet en dan maar voor de 3 punten gaan. Dat zijn niet de dingen die je moet doen als Leiden zijnde. Blackman, mooie beweging. Moeilijke bal. Ja, mooi schotje wel tegen Ververs, maar valt niet. En dan Leiden er weer uit. Loft. Penetreert en dan verre bal van Olas. Ola, en hij kan dat wel. Ja, hij kan het wel. Ja, dan sta je niet van weer gelijk. Gewoon een keurig schot. Ja, waarom ook niet zou je kunnen zeggen. Het haalt natuurlijk ook de lange mannen van Aris ook van de ring weg. Maar meteen weer een score. Van Mladenovic tegen Ola. Er werd geswitcht. Randami van de Randami. Goed. Ja. Leiden is heating up. Drie punten van Ola. Eigenlijk de twee bigs en de Randami. Ja, als die nou ook 3 punten gaan knallen. Dan heb je dus eigenlijk nu gewoon 5 schutters erin staan. Want natuurlijk kunnen ook Love en Ververs en de Jonget. Ververs die trouwens hoog staat in de lijstjes van efficiency. De true field goal percentage. Draait hij een heel goed seizoen, dus efficiënt op zijn 2-punters en zijn 3-punters. En die 3-punters worden dan gewogen meegeteld. Dus als je 40% schiet op een 3-punter is dat eigenlijk hetzelfde als 60% op een 2-punter. Dat is gewoon prima. Marijn Ververs dus, de Leidse nummer 5. Volgens mij Leiden ook min of meer in een zone gaan staan. Dat was wel iets waar Aris onwijs moeilijk mee had. Zeker wel op. Maar nu even niet, want Blackman komt er doorheen. En Leeuwarden gewoon weer voor. En heel snel erin gegaan en niet afgewerkt door Love. Leiden ook niet de bal. Zonde. Oeh. Pogballetje daar inside. En dan tegen Ola afhakken. En hier vind ik dus dat Ola op zijn minst een kei en kei en keiharde fout moet maken of keihard moet blokken. Hij doet geen van beide. Hij is gewoon, 10 centimeter langer en 10 kilo zwaarder. Maar hij laat Musters gewoon scoren. Hier gaat de Randami inside. Wordt geblokt. Ze heeft de bal terug. Ja, pas op voor 3 seconden. Het schot van de Jong. Valt goed. Ja. 30-30. Spanning hier in Leiden. Terwijl het netje wordt goed gedaan door de dweiler aan de andere kant.
En dat is heel attent, dweilen. Goed zo, met die, die lange zwabber het netje recht getrokken. Volgens mij was die score onder het bord van Kretsch. Die is toch wat handiger met die linkerhand. In ieder geval, het golft hier heen en weer met scores. Bij Den Bosch ook, want nu staat Rotterdam met 27-24 voor. Wauw. Dus wat dat betreft is het wel leuk dat beide series gewoon echt spannend zijn. Het was op de laatste seconde beslist. Ja, superleuk. Oh, een hele verre bal van Mladenovic. Ja, het is leuk, want ik zie het ook in de stream. Mensen zitten continu die twee wedstrijden te checken. Superleuk natuurlijk. En al helemaal voor de fans van Zwolle en Groningen, want die kunnen er gerust op zijn. Die zijn natuurlijk wel heel benieuwd tegen wie ze gaan spelen. Maar die ploegen natuurlijk al geplaatst voor de halve finale. Martin schudt het wijze hoofd. Is dat vanwege Leiden of is het vanwege de scheidsrechters? Nee, vanwege Leiden. Het is natuurlijk weer een slechte actie van Burger de Jong. Zich klem dribbelen en dan ook die bal ontwisselen met een sprongbal. Ik bedoel, maak je breed, haal je ellebogen naar buiten en probeer je vrij te pivoteren. Martin is nu aan het uitboksen, mensen, waarbij ik die ellebogen bijna in mijn nek krijg. Maar dat is wel hoe het hoort. He? Je breed maken. Ja, ik vind het een beetje pussiespel. Misschien dat ze dan bang zijn voor de fouten. Plus dat Mladenovic schiet altijd verre drie punters. Dan sta je in een zone. Love staat er op 3 meter afstand. Ga dan op een meter staan. Ik bedoel, het was wel een hele verre, hè? Ja, maar toch. Eens kijken of die zone nog gespeeld wordt door Leiden. Nee, niet meer. Nee, dat is alweer losgelaten. Mladenovic nu gewoon met zijn vaste mannetje Love. Hij probeert het nog een keer. En oh, er staat de Randami. Lijkt er niet op. Een hele mooie bal van Beckman. Een hele mooie, geweldige bal. Ai, ai, ai. NBA scoren van Leiden 5 punten achter. En kunnen ze nog met een voorsprong de rust in gaan. En wat zal er dan gebeuren in de kleedkamer? Foutenlas totaal niet aan de orde. Bij niemand niet. Niemand eigenlijk met meer dan 1p. Op 1 speler na. Die heeft er 2 bij Leeuwarden. Gaan we even kijken wie dat is. Met spel eerst en Leiden weer een balverlies. En het publiek zit ook niet in de wedstrijd. Paul Vervaker zijn t-shirt heeft het ook heet. En dan haalt de Randami eruit. En dan is dus de wissel Vaddy die terugkomt. Ja, die was er al in. Zeg ik het verkeerd? Wie komt er dan terug? Ik weet het niet. Kijk even niet goed. Is het dan Ola misschien? Ja, die was er even uit. Ola glimt. Kerasi glimt niet. Misschien heeft hij even af. Nou, goed. Hoe dan ook. Leiden -5. Ja. Redelijk hoge score aan beide kanten. Dat was het punt niet. Moet allebei wel zo de 70, 80 misschien zelfs wel kunnen halen als de tweede helft net zo zou gaan. Dat is natuurlijk niet gezegd. Meestal is de defense dan toch wel een tandje sterker. Een goede stiel van Leiden. En hier is de Jong met een mooie dunk. Ja. Toch heb ik al eens zoiets van, als dat maar goed gaat. Ik kan me herinneren dat in de Groenlandhallen ooit Giddings een stiel had. En denk ik ga ook eens even voor een fraaie dunk tegen de finale van de playoffs tegen Den Bosch. Hij dunk mis. En Leiden verliest met 2 punten. Irving Giddings. Oh, hele mooie 3 punten van Michaels. Overigens, mensen die van dat soort verhalen houden, er is een prachtige jubileumboek in de maak. Vanwege, wat is het, 60 jaar Bona Stars Leiden. En daar komen al die dingen weer in terug. En er komen heel veel, het wordt een fantastisch boekwerk, heel veel verhalen in. Ton Kallenberg bijvoorbeeld, dat mag natuurlijk niet ontbreken. Leiden mist en staat 6 punten achter. Met nog maar 1,5 minuut te gaan. En ja, dat is ook niet zo heel veel verdedigende druk. Nu staat de Kerasi op. Een naïeve paas op Blackman. Niet meer Love. En dan een P. En dat is op de vloer. Op de vloer inderdaad. Terwijl wij nog even gaan kijken naar die mooie laatste actie. Daar van Michaels. Dat is 1. Opmerkelijk, Martin, in een wedstrijd 3. Dat hier in het tweede kwart pas 3 teamfouten in totaal zijn gemaakt. Komt dat door alle afstandsschoten? Gedeeltelijk. Er wordt natuurlijk veel van afstands geschoten. Ik zou wel wat foutjes bij kunnen komen. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook van ja, ze komt er niet met de fouten los. Ze krijgen in ieder geval wel een eerlijke finale. Ja. Overigens staan nu Heroes inmiddels met 24-31 achter. Ik zie het ook in de chat inderdaad. Dankjewel Erik Buijs. Basketbalfan uit de Noordkop. Basketbalcoach ook natuurlijk. Ik hoor ook, ja, we kunnen er denk ik niks, nou we kunnen er sowieso niks definitiefs over zeggen.
Maar natuurlijk komt Dordrecht in de DBL. Ik hoor ook al hele interessante suggesties langskomen voor de coaching. Laat ik het daarbij houden. Maar dat is natuurlijk leuk. Straks ook in de postseason. Ze hebben een coach nodig, ze hebben spelers nodig. Ze gaan een hele mooie club opbouwen. Hè? En ook met het idee om... De eerste 3-4 maanden was best heel lastig. Nieuwe coach, hele nieuwe selectie. Moest enorm aan elkaar wennen. Niet goed gebasketbald. En als je nu naar een sponsor toe gaat, wij verlengen heel vaak de sponsorcontracten tussen in mei en juni. En bij alle sponsors waar je nu naartoe gaat, die zeggen we willen nu wel verlengen. Ja. Maar als je 2 maanden geleden gekomen, hadden we waarschijnlijk 9 gezet. En sponsoring heeft ook te maken met resultaat. Weet je, je moet winnen, je moet attractief spelen. Dus in dat opzicht komt dit natuurlijk ons heel goed uit. Ja, precies. Maar zijn er ook nieuwe bedrijven die nu bellen van meneer Schuurer? Nee, was dat maar zo. Ja. Je moet nog steeds voor elke euro, dat zal niet alleen voor ons gelden, maar dat geldt voor elke club. Moet je heel hard werken. Moet je wel iets goeds kunnen bieden. Maar zelfs toen we de finale tegen jullie speelden hier 5 jaar geleden, toen dachten we ook van weet je, we hoeven niks te doen, laat die telefoon maar rinkelen. Dat gebeurde ook niet. En dat bleef stil. Want Friesland is niet echt een basketbalprovincie. Nee, we hebben 600 basketballers, actieve basketballers in heel Friesland. En Leeuwarden ligt nog een beetje in het midden. Ik zeg wel, als je een cirkeltje trekt van 30 kilometer rondom Leeuwarden, dan heb je heel Friesland. Dan trek een cirkeltje van 30 kilometer om Leiden of Amsterdam of Rotterdam, dan moet je kijken wat voor achterveld je hebt. Ja. Dat is ons probleem. En dat betekent dat je altijd spelers van buiten moet halen. Ja, precies. Hoe haal je de spelers van buiten? Weet je bijvoorbeeld wat van de buitenlandse spelers? Wij scouten wel heel specifiek. Daar gooien we heel veel tijd en aandacht in. We hebben een hoop contact ook wel in Amerika. Mm-hmm. Omdat je, zeker als je een beperkt budget hebt, dan moet je gewoon heel creatief zijn. Ik hoorde vorige week bij ons in de Business Club een heel leuk verhaal. Dat Twente was gedegradeerd omdat ze niet goed konden scouten. Omdat het nooit nodig was geweest. Terwijl Excelsior en VVV... gewoon bekend staan als dat ze heel goed scouten. En zo zien wij dat zelf ook een beetje. Want je moet gewoon heel goed nadenken wat voor spelers je kiest. Ja. En hoe haal je Nederlandse spelers naar Leeuwarden toe? Ik bedoel, Van der List kwam op een gegeven moment na een paar maanden of zo in het seizoen. Ik kreeg Mladenovic kwam spelen. Zeggen die gasten, ze hebben het voor mij ook allemaal een verleden daar. Ja. Hebben ze dan zoiets van, we vonden het leuk en we willen nog een keer spelen? Nou, kijk, wij staan wel bekend als een hele sociale club. Kijk, wij weten ook tegen de top 4 kunnen we toch niet mee, qua opbieden, qua Nederlandse spelers. Amsterdam en Rotterdam hebben ook het voordeel dat ze daar natuurlijk ook in de Randstad heel makkelijk werk kunnen bieden. Dat die jongens daar hun werk hebben, bijvoorbeeld Aaron Royer is zo'n heel mooi voorbeeld. Dat soort jongens krijg je gewoon heel moeilijk naar Leeuwarden toe. Ja. Dus je moet, in dit geval sprak Tony denk ik een belangrijke rol ook bij de komst van Stefan. En Jeroen, Jeroen was echt op zoek naar een club en wij misten een center. En toen zei Tony ook van dan is 1-1 heel makkelijk 2, dan moet hij gewoon komen. Ja. Nou, heb je daar dan geld voor? Een soort nee, want Jacques Lofiel ging weg. En voor dat bedrag hebben we eigenlijk Jeroen van der Lust weer teruggehaald. Dat soort dingen kunnen we helaas niet. Hadden we maar dat soort potjes. Ja. Ik mis bij heel veel clubs voor dat soort potjes. En bij Leiden wil nog wel eens de sponsorpet rondgaan in de businessclub. Zo van, we moeten nog een spelertje erbij en dan komt er halverwege het seizoen nog iemand. En ik denk van, dat is eigenlijk een beetje laat. Of beter in het begin van het seizoen kunnen zijn. Dat er wat minder druk op andere spelers komt te liggen. Maar goed, zo is het in basketballand. Ja, we hebben het één keer gedaan met Sam Jones. Iets van 7-8 jaar geleden of zo. Toen Den Bosch Tristan Blackwood bij ons weghaalde. Vanuit de samenwerking. En toen hebben we met de pet rondgegaan. En toen hebben we Sam Jones teruggehaald. En het was natuurlijk leuk dat we daarna ook Den Bosch uitschakelden in de play-offs. Dat maakt het wel heel extra leuk toe. Ja, dat was het jaar dat je de finale haalde ook tegen Leiden. Ja, geloof wel. Ja. Ja, want toen, ik van die serie, wat ik me nog kan herinneren, is dat op een gegeven moment Jude Paula en Wit Holt komt feest om de ene na de andere 3 punten tegen Den Bosch erin te knallen. En ondanks dat je dan uit de eerste wedstrijd in Den Bosch met 40 punten verloren of zoiets in die geest. Nee, maar dat was niet het jaar met Sam Jones, maar we stolen gelijk meteen de eerste wedstrijd in Den Bosch. Ah, oké. En toen wonnen we thuis met 2-0, toen verloren we uit met 50 of zo, 40-50. En toen veegden we ze daarna in de vierde wedstrijd thuis en toen schoot Jude Paula ook 6-3 punten in de eerste kwart over. Ja, dat kan niet wel. Ja, dat zijn mooie verhalen. We zitten hier af en toe in de stream ook over het verleden te bomen. Dus ik kijk even achter. We hebben nog 5 minuten rust. Hoe ga je de tweede helft in? Wordt dit het jaar dat Aris gewoon de halve finale weer eens een keer gaat halen? Na 5 jaar? Ja, dat zou super zijn, weet je. Dit is waar je het voor doet. En afgelopen donderdag was er zelf bij. Er heel veel mensen zeiden van, de oude play-off sfeer is weer terug in het Kalverdijkje. En je moet gewoon wat bieden. En Tony heeft het team op tijd klaar. Dus die heeft het gewoon klaargestoomd.
En dat heeft heel veel strijd en aandacht gekost, maar hij heeft het wel voor elkaar gekregen. Het is nu echt wel een vechtmachine geworden. En dat is mooi. En als we de halve finale halen, is het super. En dan gaan we dinsdag met heel veel plezier naar Zwolle toe. En als we het niet halen en je doet het wel met dit soort basketbal wat we nu laten zien, nou, dan gaan we met opgeheven hoofd eruit. Ja. En ja, het is ook mogelijk het beste winnen, wat je net ook zegt. Want het is 34-38, Leiden krijgt de bal uit. Dus ja, er is helemaal nog niks van te zeggen. Nee, precies. Dus er zijn ook veel supporters uit Leeuwarden. Ik las al dat er een bus zou gaan. En volgens mij zijn er nou twee busjes gegaan. Ja, zijn we twee kleine busjes. Ja. Er zijn wat mensen die dachten van nou, we gaan alvast eerder naar Leiden. Een beetje genieten van de feesten hier. Ja, ik weet niet precies. Maar ze zijn inderdaad met een paar busjes zijn ze gekomen. We kregen een grote bus niet vol. Dus, maar ja, dan is het ook wel weer leuk dat supporters dan zelf onderling elkaar opzoeken. En zeggen, zullen we met z'n allen weer doen. Ja, dat is leuk. Weet je, dit is wel waar het om gaat. Weet je. Of, en natuurlijk moet de route naar de play-offs ook leuk zijn. En die is voor ons wel heel lastig geweest met veel horden. Maar als je in één keer hier bent, dan... ja, wel een entourage hier is natuurlijk ook wel het leuk. In de 5 mei al. Ja, maar dat is denk ik wel zeker is. Nou Gert, ik wens je veel plezier in de tweede helft. Mogen de beste winnen. Mogen de beste winnen. En jij zal waarschijnlijk denken, laat Agnes winnen. Ja, dat denk ik wel. Ja. En jij denkt andersom. Een beetje wel. Mag ook. Dus, dankjewel. Okay. Beste plek bij de volgende wedstrijd. Check de actie op onze Facebookpagina. En laat zien dat jij een ZZ-fan bent. En misschien zit jij straks wel op de fanseat. Ga naar de Facebookpagina en doe mee. Ja, we trekken de muziek snel weer weg. Het is nog 2 minuten tot de rust. In Den Bosch is het ook rust. En daar staat een toch wel enigszins verrassende stand op het bord. Het staat namelijk 38-47 voor Forward Lease Rotterdam. En ik zie dat Kanda alweer helemaal los is, want die heeft al 17 punten en 7 assists achter zijn naam staan. En dat kunnen ze bij Den Bosch momenteel niet bolwerken. Natuurlijk zijn er nog 20 minuten te spelen, dus kan natuurlijk alles gebeuren. Net zoals hier staat 34-38, kan ook nog van alles gebeuren. Leiden krijgt in ieder geval bal uit bij het begin van de tweede helft door die sprongbalsituatie met Virgil de Jong. Dus wat dat betreft kan het zo weer anders zijn. Ik heb nog even de scores van Leiden voor u. Virgil de Jong heeft 14 punten en 9 rebounds. Ik zie Carrington Love op 9 staan. Mohamed Kirazi op 4. Sergio de Randami op 3. Alexandra Ola op 3. En Clayton Vetti staat pas op 1 punt. Daar zal toch wel wat meer van moeten komen in de tweede helft. Bij Aris Leeuwarden, David Michaels op 13 punten. Stefan Mladenovic door zijn 2-3 punten op 8 punten. Emil Blackman 6. Nate Kretsch 5. Davidus Kumelis 4. En Nathaniel Musters 2. Jeroen van der List en Niels Bunschoten vorige week ontzettend scherp. Of afgelopen dinsdag en donderdag nog ontzettend scherp. Allebei op 0 punten. Van der List heeft 0 uit 7. Wel 5 rebounds. Daar is hij wel top rebound mee. Als we het over rebounds hebben. Leiden heeft 12 aanvallende rebounds. Waar Aris 14 verdedigende rebounds heeft. Dus dat is bijna een 50-50 situatie. En dat zou Aris iets beter moeten doen. Willen ze wat meer gebruik kunnen maken van hun kracht. Turnovers ontlopen elkaar niet zoveel. Foutenlast is er is nauwelijks. Leiden heeft 4 fouten in de eerste helft. En Aris Leeuwarden heeft er 6, waarvan Cumulus er 2 heeft. Dus dat is eigenlijk te verwaarlozen, de fouten. Dat is ook wel eens een keer
Dat is ook wel eens anders geweest. Ja, en de bal die gaat weer. Dank je, Martin, voor de round-up van alle cijfers. En voor het gesprek met de Gert Schuren. We waren heel eventjes uit de lucht voor een kleine reboot. Maar we hebben dat gesprek sowieso lokaal opgenomen. En dat zal nog apart worden gepubliceerd binnenkort. Interview met de voorzitter van Aris Leeuwarden. Die zei tegen ons, mogen de beste winnen en mogen wij dat dan zijn. En een late call, maar wel tweemaal voor Kerazi. En ik heb wel een verklaring voor het goede spel van Leeuwarden. Ik sprak met een van de teambegeleiders, Oege Faber. En die liet een screenshot zien van de tv-gids van Ziggo voor aanstaande dinsdag. En daarin staat dat Ziggo uitzendt aanstaande dinsdag Zwolle tegen Leiden. En dat is rondgegaan in de appgroep van heel Aris Leeuwarden. En dat schijnt de spelers zeer getergd en gemotiveerd te hebben. Terwijl Kerazi die bal erin kachelt. Pas op voor de voetfout, Mohammed. Je mag pas over de lijn als de bal de ring heeft geraakt. En zelfs LeBron James is daar inmiddels één keer voor afgefloten in de playoffs. LeBron doet dat al heel erg lang. En deze valt dan niet raak. Ja. En zo in ieder geval wel de eerste scoren voor zogezekerheid Leiden. Ja, mocht u eventjes op een gegeven moment de stream haperen, dan is het altijd een goed idee om even te verversen. Meestal is dat met de functietoets F5 op een computer. En technische fout voor flopping, come on, denk ik, of voor mopperen, een van de twee. Flopping. Is die fout voor Kerazi, Martin, die technische? Ja. Tweede P voor hem. Natuurlijk in de FIBA tellen de T's ook gewoon mee als persoonlijke fouten. In de NBA niet. En echter, dat is zo ongebruikelijk. Hoewel ik hem dat in deze serie al ietsjes vaker heb zien doen. Van der List nog wel eens een vrij worpje laat liggen. Terwijl hij in zijn Leiden-tijd daar samen met Rogier Jansen vaak een beetje streed om wie van ons zit het dichtst bij de 90% vrijworpen. Lijkt nu even iets minder te zijn bij Van der List. Maar natuurlijk ook nog balbezit voor Aris. En een 3-punten voorsprong. Van der List in de post tegen Veddy. Rietje. Nee. Misgetimed door Kerazi. En nu is een aanvalsrebound op een vers schot van de Vriezen. Michaels. Oh, mooi geblokt door Veddy. Er zit een hele moeilijke fadeaway. En daar komt Leiden aangereest. En is tot een end-one. Nee. Publiek daar vol achter. En wat ik ook niet graag zie, ik vind dat dit niet kan. Dat staat nu een fotograaf op de basket. En dat vind ik absoluut uit den boze. Hoewel dit een topfotograaf is en daar helemaal niks mee bedoeld. Maar u ziet ook nu dat zijn camera ook in onze actioncam zit. Dus dan ziet u hoe zijn fototoestel nu de bucket in wijst op zoek naar een prachtige foto voor het Leidse Dagblad. Maar ik vind dat je dat niet moet doen. De basket mag echt niet bewegen door toedoen van een, iemand buiten de lijn. Andami. Moeilijke bal, afgewerkt. Ja, 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 ja. Leiden op één puntje afstand. En de bal veld uitgegooid. Juist. Turnover van Aris. Hier nog een keer die score van Sergio de Randami. Hoekschot van net buiten de bucket. En het publiek in vuur en vlam. Ja, ik vond het wel een mooie dropstep van de Randami. Beetje de bucket in dribbelen, daarna terug pivoteren met die dropstep en met het bord erin gooien. In ieder geval gaan de fouten nu wat harder, geloof ik, dan de rest van de wedstrijd. Hij knippert nog steeds, kan nog steeds niet echt de waarheid zeggen. Ondertussen hebben wij in de chat een heel replay center zitten met niet de minste Jan Weber en Emiel Chang. En die beoordelen wel eventjes via de chat hoe dat gekookt moet worden. 3 punten van de Randami. 5 punten op rij van de veteran. Man uit Suriname, Sergio de Randami. Leidt op voorsprong. Gaan ze het hier definitief naar zich toe trekken en bijna weer een turnover of helemaal. Even overleg. Ja. Bal is wel voor Aris. Hier nog even die 3-punter. Ja, redelijke close-out, maar net wat te laat van Cratch.
Ja, nu zal er toch ook iemand bij moeten komen, denk ik, om Michaels ook wat te helpen met scoren bij Leeuwarden. Dan kijk je toch als eerste bijvoorbeeld naar Van der List. Deze man dus. Het vizier niet scherp, wat heet. Michaels op 13 punten, dus 14 voor Rudy de Jong, 9 voor Carrington Love en 8 voor de Randami. En vooral dat is lekker meegenomen. Nee. De bal van Freddy valt niet. Persoonlijke fout van de Jong. Ja, als we dan niet te veel fluiten, dan denk ik dat je deze ook niet had moeten fluiten. Niemand heeft verpassen. In ieder geval Van der List gaat eruit. Ja, wij proberen dus ook. Oh, wordt dat een steal? Nee, bijna van Love. Oh, ja. Nu zegt Vervaak, dit was zeker geen flop en dus geen thema. Maar het was eerder een charge. Dat wordt niet gegeven. Misschien op een later moment dat de scheidsrechter dat toch laten meewegen. Weet je maar nooit. En dan gaat de Jong alleen. 1 tegen 2. Helemaal naar de ring gekomen. En ook Kerazi kan die afwerken. En oeh, Michaels is boos, want hij krijgt de P. Ja. Dat was eigenlijk gewoon een geforceerde vastbreek van Leiden. Waar ze dan toch nog vrije worp uithalen, denk ik. En moet dan Kerazi gaan nemen. Ja, want die zat in de aanval van de rebound. En daar werd hij gehinderd. Ja, exact. Door Michaels. Ja. Ze blijven zo vlak, hè. Hoe deze bal gaat voor Mohamed Kerazi, de captain. Dus tot plezier van de mensen daar op de tribune. De Leeuwarden fans zitten daar vlakbij op de gastentribune. Handje op het hoofd om een spelletje aan te geven. Blackman. Leiden weer in de zone, dat is lopen. Twee keer. Schot van Blackman. Rebound gevecht is voor Leiden. Uit via Bunschoten. Ja, wel veel beleving, maar nog weinig hoogtepunten. Ik heb er pas 4 staan in toch bijna 4 minuten. Het is knokken, het is vechten, het is playoff tijd. Intensiteit, spanning ook, warm. En dan wordt de Randami van achteren geblokt. Volgens mij de Bunschoten. En dan eens kijken. Bal in de hoek. Helemaal mis. Niet echt de allergrootste schutter ook. En kan de Jong dan meteen doorgaan. Mooie fake. Moeilijke driepunter. Ook helemaal mis. Is het bij beide teams dan op? En worden dit echt twee van die boxers die dan allebei eigenlijk in de touwen hangen. En wie kan er dan nog een paar flinke tikken uitdelen? Misschien wordt dit wel overtime, net zoals in Rotterdam donderdag. Ik vond dit ook geen goede optie van de Jong. Ik bedoel, je hebt een semi-fast break. En dan ga je voor de moeilijke paas. Ja, die was niet goed. Wel goed gezien, maar gewoon niet hard genoeg. En dus nu een turnover voor Leeuwarden. De teams gooien de bal meer weg dan dat ze hem door de ring gooien. Ze zijn allebei aan het zoeken, maar Leiden wel inmiddels. Dus per saldo plus 5 in dit kwart. En daar mist Kerazi een open lay-up. Maar dan een rebound. En wel een scoren en een time-out. Ja, Leeuwarden scoort niet meer. Leiden iets beter. Ja, dat is wel de kracht van Kerazi. Ik bedoel, het ziet er allemaal niet zo gepolijst uit af en toe. Soms een beetje te showy. Maar hij werkt er altijd wel voor. En hij pakt hier toch gewoon een goede rebound. Ja. Twee keer. En dan gooit hem dan uiteindelijk ook nog in traffic in. Met heel veel mensen om zich heen. Ja. Dat je denkt van, nou, zou er niet eens een fout gemaakt zijn. Maar dat doet er verder niet toe. In ieder geval is het wel zo dat Leiden nu 4 punten voor staat. En volgens mij is Van der List ook weer in het veld aan het komen. Ik kan het niet goed zien. Ja, mensen, ook maar meteen even het verzoek. Nu er ook zo lekker gechat wordt of gewoon gekeken wordt. 600 kijkers, dat is echt heel veel. Heerlijk. Goed dat u allemaal bij ons bent. En mensen, geef even dat likeje op YouTube. Het is zo leuk. Zo volgers en sponsors. Hier nog even de laatste score van Kerazi met ook veel contact hoor. Mooi gestreden. Maar alsjeblieft even een likeje op deze uitzending. En een abonnementje op het kanaal nemen. Kost niks. Levert ook verder geen spam op of zo. Maar het laat gewoon zien dat het basketbal in Leiden aan het groeien is. En Martin, we komen in beeld, jongen.
Ik ben mijn rode kop en jij met je keurige overhemdje. En ook Monique Bal en Paul Krama in beeld, dankjewel. Dit was Remco Zandbergen en hij werkt samen met zijn maat. Kennen elkaar al heel lang, Remco en Kozirades. We hadden het net over die contacten bij Carazio en die rebound die hij scoort. En dan denk ik, dat soort fouten zou je eerder moeten fluiten. Fouten op Schutters, dan dat je fouten fluit bij een dribbeltje aan de zijkant. Waarbij een team niet eens balverliezen nauwelijks gehinderd wordt. Ja. Overigens ben ik wel voorstander, Martin, van als je dan inside aanvalt en rebound en doet en dan zo'n bal erin gooit. Ja, je hebt al de twee punten. Het is ook knap als je dat dan doet met wat contact. Maar ik ben ook niet voor het al te makkelijk fluiten van contactfouten op scores. Maar goed, je moet ook ergens weer een grens trekken. En ik ben het wel helemaal met jou eens dat die andere foutjes 10 meter van de basket of 15 meter van de basket, daar moet je helemaal niet te moeilijk over doen. Nee, maar weet je, het kan een gevaarlijke situatie opleveren. Ik refereer nog aan de blessure van Jesse Vorn. Dat Oudendag onder hem stapt en dat Vorn de enkelbanden scheurt en voorlopig nog wel even daarmee zoet is. Scheidsrechter Bert van Sloten, die wedstrijd floot en die fluit nu ook, die zei, ja, ik heb er naar gekeken, het is absoluut geen fout. Dan denk ik, goed, je hebt wat anders gezien dan de meeste mensen, denk ik. Het was volgens mij op zijn minst nogal lomp uitstappen op een schotpoging van Vorn en zijn landingzone volgens mij ook in gevaar brengen. En Hussel hier, Leiden vecht om elke bal. En zij hebben nu de 50-50 bal. Valt niet. En Faddy goed ruimte gemaakt. En hier is die P waar we het over hadden. Nou, duidelijk. Uitstekend gerebound. Goed zijn man ook afgehouden. Met die sterke schouders en die sterke armen van Clayden Faddy. Die qua punten pas op 1 staat. 14 voor de Jong, 9 voor Love, 7 voor Kerazi en 8 in korte tijd voor de Randami. En bij Leeuwarden is het score eigenlijk helemaal gestokt. Zij hebben volgens mij pas 4 punten dit kwart. Vetti is een 80% vrije worpschutter. Als ik zo kijk, dan vind ik dat hij er ook een beetje bleekjes uitziet. Vraag me af, is hij wel 100%? De tweede gaat er gelukkig in. Een gaatje van 5 punten. 4-31. Dat is bijna 6 minuten dat Ares niet gescoord heeft. Het levert gevaarlijke situaties. Dan krijgen we weer een van de suffe fout van de Randami. Waarvan ik denk, gebeurt er wat dan? Maar goed, in de herhaling zullen we ongetwijfeld wel kunnen zien. Die hebben we dan niet, maar zouden we wel kunnen zien dat het misschien wel een fout was. Ik denk van, er is niemand in de buurt. Er gebeurt niks. Misschien plant hij een elleboog of zet hij zijn kont erin. Dus. Ga staan als je voor Leiden bent. Dan rolt van de tribunes en het publiek laat de ploeg absoluut niet in de steek. Is er goed bij de hele tweede helft al een schotje uit de hoek voor Aris. Valt ook niet. Hebben ze dan de rebound? Ja, dat kan weer wel. Maar ze komen veel in problemen ook met de schotklok. En de verdediging van Leiden is al duidelijk beter. Moeilijk schot van Blackman. Want dus niet valt. Goede rebound voor de Randami. En hier moet je het dan van hebben. Als het niet goed schiks gaat, dan maar kwaad schiks werken. Strijden en zweten. En eigen rebound gepakt door de Jong ook. Ja. Gaat dit dan Leiden in de halve finale brengen? Dit soort spel. En moeilijk paasje. Komt net bij Faddy uit en een heel strakke bal, maar wel raak voor Clayden Faddy zijn eerste field goal pas van de avond. En vervolgens ook goed gedoken daar. Ja, acties van was dan bijna een steal van Beurde de Jong die hem dan net binnenhoudt. Dan ben ik altijd benieuwd of de twijlers een beetje opletten, want als een soort curlingschijf ging Rudy de Jong daar het halve veld over. Even dweilen en het publiek echt prachtig. Ares zet nu Van der List in. Ze hebben toch scorers nodig. Het verbaast me eigenlijk dat Michaels aan de kant zit op dit moment. Want ik bedoel, als er eentje is die kan scoren, is het Michaels wel. Oh, de Jong daar. Heel goed die bal onderschept en een snelle paas naar Kleden. En Faddy. 9 punten verschil opeens. Ik zie Michaels alweer op de wisselbank zitten. Leeuwarden scoort geen pepernoot meer. 4 punten in 7 minuten. Als je dat een hele wedstrijd doet, dan kom je ongeveer op 20. En Blackman kan de lay-up ook niet omzetten. Leeuwarden heeft nog helemaal niet gescoord in de tweede helft. Het was 34-38 bij rust. Kun je nagaan. Ik dacht dat het 30-34 was. Mijn excuus, nog helemaal niet gescoord zelfs. Wauw. Wauw. We krijgen 2 maal voor Love met een fout van Van der List. Ik bedoel, Love heeft nu wel in 2 wedstrijden gemerkt dat Van der List heel makkelijk blokt.
En dat je dus met de bal in andere bewegingen moet komen. Dat deed Love in dit geval ook. En dan slaat Van der List er wel tegenaan. En dan is het twee vrije worpen. Ja, dan wordt hier beweerd, Aris geeft het weg. Maar ik denk dat Leiden toch ook echt wel afdwingt momenteel. Ze hebben gewoon de verdediging in ieder geval uitstekend aangetrokken. Zitten overal tussen. Pakken de belangrijke rebounds, forceren turnovers. En ja, spelen aanvallend ook gewoon wat volwassener en wat meer solide. Ja, ik denk zal dat ook moeten als je door zou willen en tegen Zwolle moet straks. Ik denk dat ervaring ook een hele belangrijke rol speelt in dit soort situaties. En dan heb je met Kerazi en Vetti en De Jong heb je toch behoorlijk wat ervaren spelers. Ja, zeker. En natuurlijk ook de internationals van Leiden zijn niet alleen zomaar international, maar hebben ook heel veel interlands gespeeld. En ja, in grote arena's, op grote toernooien. En ja, dan mag je hopen dat dat zich absoluut uitbetaalt. Ja. En dat geldt zelfs ook natuurlijk, nou, die ook gewoon prima speelt vandaag voor een de Randami die ook veel internationaal gespeeld heeft voor Suriname in het begin van zijn carrière. Maar ook gewoon al heel lang profbasketballer is. Ja, en ook diverse clubs in Nederland al heeft afgewerkt natuurlijk. Verder nu op Mladenovic. Kan die Mladenovic daar gebruik van maken? Gaat daar onderlangs en dan een P gemaakt. Ik denk op de drive, zou ik zo zeggen. Leiden komt wel in de penalty hierdoor. Of die waren ze eigenlijk al met 4, dus nu 5. Dus het wordt sowieso tweemaal voor, in dit geval, Mladenovic. Ja. Nou ja, goed, dat moet dan kunnen. Dan heeft Leiden toch 7,5 minuut de basket dichtgehouden. En dan gooit Mladenovic, die zal dan voor het eerste punt kunnen zorgen. Maar de eerste vrije worp gaat ernaast. Ja, teken het misschien voor de fase waarin Aris zit. Maar ja, we weten natuurlijk ook in basketbal, 10 punten is op zich niks. Maar ik heb dan altijd wel zoiets, 10 punten scoren als je er pas een stuk of 40 hebt. Is anders dan 10 punten scoren als je er al 80 hebt. Mits er natuurlijk nog voldoende tijd is. Dan gaat de Love bijna gestolen door Mladenovic. De Jong natuurlijk weer met de broek opgevouwen. En ik dacht even een schotje van Ferdy te zien, maar was geen ruimte. Ola. Ja, ook Leeuwarden geeft alles. En een hele moeilijke bal die bijna goed valt. En een uitstekende van de rebound die niet door de ring gaat. Maar wel twee maal voor Ferdy. Ik dacht dat, denk dat Ola dacht dat de schotklok bijna voorbij was, terwijl er nog 8 seconden op stonden. Oh ja. En dat hij denkt van nou, ik vuur hem dan maar. Maar goed, Vetti goed in de rebound attent. Dus kijken of hij er dit keer had twee had. Hij had dat middelste streepje van de 8 niet gezien misschien. Ja. Nou ja, met 0 is het al te laat. Vrijworp is goed. Leiden op 50. Beide teams dus in de bonus of in de penalty. Bonus is misschien wat positiever. Ja, en als dit allemaal goed blijft gaan voor Leiden, dan is dinsdag de eerste wedstrijd uit in Zwolle en donderdag op Hemelvaart. Wedstrijd 2 hier in de 5 meihal. En hoe mooi is het dat het dan vandaag ook 5 mei is, bevrijdingsdag. En hoogstwaarschijnlijk komt Ziggo dan donderdag naar Leiden. En daardoor begint de wedstrijd hoogstwaarschijnlijk donderdag al om 19:30. Nou, dat is een ding wat zeker is. Is zelfs zeker, zegt Martin. Martin durft te zeggen dat het zeker is. Dus 19:30 donderdag, 30 minuten eerder. Weer geen score voor Leeuwarden. Ze hebben nog steeds dus geen... Oh, achter de rug van de jongen die daarmee de bal weggooit. Het is play-off basketbal. Het gaat om de knikkers. Dan ga je niet dit soort passes geven. Goede contest van Ola tegen Van der List. Van der List had volgens mij een P gewild. Ja, hij werd geblokt. Precies. Gebeurt hem natuurlijk niet zo vaak met zijn 2,13 meter. Maar ja, Ola is zeker niet veel kleiner. Schotje valt niet. Rebound voor Van der List. Dat is niet, of hij alsnog kan loskomen. Dat is niet de optie. Schot van Kerazi. Waarom neemt hij hem dan, Martin? Nou ja, omdat hij denkt dat hij me erin gaat gooien natuurlijk. Alleen ik zeg van, dat zijn zijn schoten niet. Speel hem gewoon even lekker door naar de mensen waarvan je weet dat ze aanvallend gewoon iets beter in hun vel zitten. Koemel is faked daar de jongen uit zijn sneakers en weet echter niet te scoren. En dan zou dit dus een kwart kunnen worden voor Aris met 1 punt. Ja.
Jacob Bergsma komt er maar in. Ja, Jan van der Nat die weet natuurlijk ook alle Leidse records. Ik heb ergens ook nog wel een lijstje thuis van minste punten tegen een kwart. Dit gaat natuurlijk wel hard erop lijken. Vooral Sleider dan deze aanval lekker lang speelt. Bal valt echter niet. Nog 5 seconden slechts. Komt hij dan toch nog een soort gezichtsreddende actie van Aris. Nee, die komt er niet. Die komt er niet. En toch is het maar 12. Maar als je zoveel moeite hebt in de aanval, kun je zeggen dat dit een voorentscheidung zijn könnte. Nou ja, een kwart van 17-1. Dat lijkt me toch een duidelijke zaak. Ik ga even met de laptop weer naar Den Bosch. Daar zijn ze wat later begonnen aan de tweede helft. Het duurde daar sowieso wat langer. Er zijn nog 6 minuten 12 in het derde kwart te spelen. En er staat 46 voor New Heroes. 59 voor Forward Lease. Wauw. Kanda staat nu al op 25 punten en 8 assists. Die is helemaal los. Shetty doet ook mee met 12 punten. Ik ga nog even kijken. Bij Cash and Sheryl heeft 14 punten. Maarten Bouwknecht heeft er 11. Dus het ziet er niet goed uit voor Den Bosch op dit moment. Al is er wel een fout gemaakt net door Trevor Shetty op Nick Oudendag. Dus... Ja, het kan verkeren. Er is natuurlijk nog helemaal niks beslist daar in Den Bosch. Maar het kan verkeren in die zin dat Den Bosch natuurlijk toch bijna in 2-0 aan het winnen was. Na die fantastische wedstrijd 1 en die overtime in wedstrijd 2. Die is natuurlijk gewoon zo'n overtime wedstrijd. Ja, daarin heb je dus kansen omdat het gewoon heel close is. En nu lijkt het dus helemaal de andere kant op te gaan. Maar is daar ook nog niet beslist. Ook in Leiden nog niet. Maar Leiden zet wel heel veel... recht hier in het derde kwart. Ah, ja, we zitten een beetje in de nationale feestdagen, de Koningsdag en zo. Want Martin heeft maar Wilhelmina pepermunt meegenomen. Dat is nou, een beetje jouw tijd, Martin. Hè? Ik heb het gekregen van Carla, van de scouts. Kijk. En ik zei, ik ben zenuwachtig. Als en dan pepermuntje, dat brengt rust. Ja, als coach, als speler had ik er nooit zoveel last van. Maar als coach had ik dat ook altijd en ik ging altijd zo'n kwartiertje voor de wedstrijd begon, deed ik andere kleren aan, want ik was natuurlijk allemaal te zweten onder mijn oksels. Ja. En ging je coachen en na afloop die kleren natuurlijk weer uit. Ja. En je had toch altijd een beetje gezonde gamespanning in je lijf. Ja. Dus dat is met dit soort wedstrijden natuurlijk ook wel. Kijk, we proberen natuurlijk wel neutraal commentaar te geven. Wel een beetje Leids getint, dat mag. Ik werk natuurlijk ook voor de DBL-site en daar moet het natuurlijk een beetje neutraler zijn. Dat zal ik in mijn verslagen ook wel zijn op de DBL-site. Maar goed, we gaan het laatste kwart gaan beginnen. Meteen de P van Kirazi, dat wordt zijn derde. Hij had natuurlijk ook een T, dus hij mag ook geen T of geen U meer maken. Want dan moet hij het veld af. En Van der List nog steeds op 0 punten. Dat is niet zo raar, want Leeuwarden had natuurlijk in het derde kwart maar 1 punt. Zo grappig. Oh, meteen weer afgefloten. Nou, dat gaat hard. Ver was. Martin, wat zie jij nog in de scouting? Nou, ik zit te kijken naar die pace van Kirazi. En op de scouting had hij er 1 na 3 kwarten. Dus dat hij er nu 3 heeft, dat is een beetje apart. Ja, hij staat met 3 op het scorebord. Ja, dat is leidend. Dus ik zie wel dat Leiden al 20 aanvallende rebounds heeft. Terwijl Aris 19 verdedigende rebounds heeft. Dus Leiden pakt meer aanvallende rebounds dan Aris verdedigend. Daar Van der List niet bereikt. Die stond er tussen 2-3 man in. Het lijkt erop dat Leiden toch altijd een goede bijstelling heeft gedaan. Zeker in de rust op basis van de eerste helft. En natuurlijk ook de wedstrijd op donderdag in het Kalverdijkje. Nou, ik zei het tegen Oege Faber, mijn kameraad uit Friesland. Als ik het iemand gun, is aan jullie het. Maar ik gun het Leiden natuurlijk nog net wat meer. En een blocking foul. Ja, geen charge dus. Nee, geen doordringen. Stond in de no-charge zone. Maar dat is helemaal dan, houdt het helemaal op. Hoewel je dan volgens mij wel kan omvallen en het is geen call. Hè? Maar je kan daar nooit een charge als verdediger dan meer verdienen. Je kan hoogstens omvallen en het spel gaat door. Ja, okay. En ik kan nog een omvallen en een flopping krijgen. Nou, kijk eens aan. Nog een optie. Twee markerages zijn geen zekerheidjes. Nou, dat, ik zeg niets te veel. De eerste gaat er alweer naast. Kirazi staat nu op 1 uit 5 vrije worpen. Het blijft toch een Achilleshiel van het spel van Kirazi. Als hij zijn vrije worpen ook gewoon goed zou maken, dan zou hij echt een veel betere speler zijn. Ik denk dat hij dan
in zijn topperiode, dat is denk ik een jaar of twee, drie geleden, dat hij dan ook nog wel in buitenlandse clubs gewild zou zijn. Maar ja, nu is het gewoon dat hij het prima verdedigt. Ja, maar aanvallend zie je niet. Eindelijk een score daar voor Jeroen van der List. En het is nog geen enkele cijfers, maar wel slechts, kun je zeggen, 10. Leiden niet zo heel goed begonnen aan dit kwart. Twee pace, twee vrije worpen gemist. Ola. En dan looft hij de bal. Nou ja, ik wou zeggen, dit lijkt me iets van lopen of second dribble of wat dan ook. In ieder geval iets wat niet mag. Hier nog even die laatste score van Jeroen van der List in Saite tegen Kirazi. Nou, Wurthy heeft even rust gehad. Die komt er nu in voor Marijn Ververs. Ik denk dat dat wel een goede zet is. Wurthy niet te lang op de kant, maar gewoon even een extra minuutje rust gepakt. Nog 8,5 minuut, 51-41. En Forward Lee staat met 4 minuten gaan in het derde kwart, nog steeds 11 punten voor. Wordt in de chat ondertussen beweerd dat wij vergeten zijn waar Randami allemaal gespeeld heeft. Nou, volgens mij hebben we alleen maar gezegd dat hij bij heel veel clubs heeft gespeeld. En hebben we niet gezegd dat hij niet bij Amsterdam heeft gespeeld. Maar bedankt voor de herinnering. Wel op zich een goede opmerking dat Randami ook ervaring heeft kunnen opdoen onder een topcoach, namelijk Arik Sivek. En dat Amsterdam toen heel veel Europa Cup speelde. Maar ik kan me niet voorstellen dat Randami toen al heel veel minuten maakte. Maar dat was wel in de tijd inderdaad Sivek dat Randami begon bij Amsterdam. Ja, Randami speelde toen ik Leiden 2 deed. Dat was in het tweede seizoen van Leiden. Toen speelde de Randami nog gewoon in het tweede team van Apollo. En dan was hij bankspeler bij het eerste. Ja. Hij heeft natuurlijk bij Amsterdam gespeeld, bij Donar, bij Landstede, bij Rotterdam, weer bij Amsterdam. En nu bij Leiden, dus hij heeft aardig wat clubjes gehad, zullen we maar zeggen. Zeker weten. En hij speelde een goede eerste helft. En goed gekraakt door Love en dan gaat hij dan zelf de raketten aan naar de ring. En een blokje denk ik, ook van Michaels. Ja, ja, oké, je staat 10 punten voor, dan kun je misschien ook een risicootje nemen, maar je krijgt nu wel 2 maal tegen. En daar had natuurlijk wel meer ingezeten van Love als hij misschien even op wat hulp had gewacht. Hier nog even die actie. Ja, hij gaat goed naar de ring en dan focust hij op Koemelis. En dan is hij misschien zich ervan bewust dat er nog een uitschuifarm van David Michaels boven hem hangt. Time-out. Time-out van Leiden. Den Bosch begint nu toch wel een beetje terug te komen. Het was net 11 punten. Het was 53-64. Het is nu 58-64. Met nog iets meer dan 3 minuten te spelen in het derde kwart. Dus het zou ook daar nog natuurlijk gewoon nog kunnen. Den Bosch kan ook gewoon ook in bunches scoren. Zeker als de Amerikanen het op hun heupen krijgen. Al heb ik niet het idee dat dat meteen gaat gebeuren. Ja, we hebben natuurlijk pech met blessures bij Den Bosch. En het is natuurlijk ook een beetje de vraag hoe afhankelijk is Rotterdam scorend gezien van Kanda. We zagen Mike Bauer in die tweede wedstrijd lekker meedoen met een puntje of 9. Volgens mij 3 driepunters. Ja. Er moet dan natuurlijk een scorer bij komen. Nou, Koen Stolk vandaag met een index van 10. 8 punten, 6 rebounds. Ook zo'n speler die, waarvan het lekker is als hij een beetje ondersteuning biedt. Ja, Rotterdam moet natuurlijk ook ondersteuning krijgen. Want Michael Kok is natuurlijk geblesseerd geraakt in de eerste wedstrijd tegen Den Bosch. Ja. En die loopt gewoon met zijn enkel. Die heeft niet gespeeld de tweede wedstrijd en volgens mij is hij er vandaag ook niet bij. Ik kan even kijken natuurlijk. View the full box score. En daar staat hij inderdaad niet bij. Juist. Dus, vrije worpen voor Cumulus. Ja, Jacob Merksma, dankjewel. Was even zoeken. 1 punt in 1 kwart is nog niet eerder voor gekomen in de playoffs. Nou. Super dat je kijkt, Jacob. Vanaf het strand van Noordwijk schat ik zo, maar hoe dan ook. En dankjewel voor de supersnelle reactie. De basketbalhistoricus. In ieder geval als het in cijfers wordt uitgedrukt, Jacob Bergsma. Ja, dat toch wel 8 puntjes slechts het verschil voor Leeuwarden die dit kwart voorlopig aan het winnen zijn. Ze hebben 4 keer zoveel gescoord als in het vorige kwart. Ja. Ja, dat is ook een record zeker. Hier komt een vast break aan en een dunk misschien wel. Of een geweldig blok van Wordy. Rafael Donovan de Jong. En gaat hij naar de ring toe? Nee, temporiseert. Misschien wel zo verstandig. Ja. Ja, de klok is je vriend. En als je nu scoort is dat toch weer zo'n soort 4 of 5 punt play. Je maakt er zelf misschien hier wel 3. Nou, toch niet. Maar
Je blokt er twee aan de andere kant. Dat was dat blok van De Jong. Ja, en wat dat betreft brengt hij altijd wel wat. Niet alleen scores, maar ook bloks en steals en assists. Hussel. Leiden. Kijk of ze zonder spelen, toch niet. Doorgepaasd, nog een keertje doorswingen. Oeh, daar stond Kretsch helemaal vrij. Maar wel een P verdiend voor Koemenis. Ja, van Karaas zit voor maar zijn vierde. Dat is niet zo lekker. En hier dat blok, zo, die zat weer hoog. Die bal was hoog, De Jong dus ook. Hij plakte hem volgens mij tegen het bord. Dit allemaal met onze hij was op tijd. Slam we cam. We hebben natuurlijk ook het blok van James gehad in de playoffs. Dat de bal net even een tikje het bord raakte. En dat hij niet afgefloten werd. En dat de leiding van de NBA uiteindelijk al zei dat het wel goaltending geweest had moeten zijn. Ja. Maar ja, daar koop je natuurlijk helemaal niks voor in zo'n situatie. Ja. Ja, ze kijken dan ook van de leest, mist weer, kunnen we wel zeggen. En ja, je hebt dan die reviews inderdaad van ik geloof de laatste twee minuten, hè, waarin de NBA nog evaluaties op worden gedaan. Dus om van te leren. Als de bal terugkomt van het bord of van de ring, of nou, laat ik zeggen, de bal gaat omhoog, iemand legt hem tegen het bord, dan mag je hem daarna niet meer blokken. Ook dan gaat hij via het bord omhoog of wat dan ook. En dan verder met schotje is goed. Belangrijk hoor, dure punten. Ja, eerste score van Leiden in het laatste kwart. Ik denk een saldo van 10 punten in orde maken door Leeuwarden. Als je zo moeizaam scoort in 5 minuten, lijkt me heel moeilijk geworden. En ze moeten nu ook gewoon durven. En dit helpt. Oeh, die valt nog bijna goed. In ieder geval 2 maal voor Van der List. Maar ja, ze moeten nu gewoon vlotte aanvallen gaan spelen bij Leeuwarden. Je moet wat, wat gokken. Je moet wat gaan proberen. Ja, Den Bosch was even teruggekomen tot 4 punten. Het is nu weer 5 punten. Al krijgen ze wel weer balbezit. Het staat 62-67 met nog 1 minuut 21 in kwart 3. Geweldig met z'n 35 likes. Zo stellen wij zeer op prijs. Een heel mooi aantal. Ja, mocht u nog even niet hebben geliked, klik alsjeblieft even. Of hoe zeg je dat met je vinger? Druk op op dat duimpje. Een duimpje omhoog dan, graag. En als dit goed blijft gaan dus, zijn wij weer bij u van het Leiden aanstaande donderdag. Wij streamen sowieso, ook als Ziggo er is, want hoe groot ze ook zijn, minder dan de helft van de mensen heeft Ziggo. Dus wij gaan ook gewoon streamen op YouTube. En dat is dan dus donderdag, als Leiden tenminste doorgaat, om 19:30. En dan speelt Leiden sowieso een vierde wedstrijd thuis, de vierde wedstrijd van de serie. En die is op dinsdag 15 mei. 19:30 als Ziggo er is en anders om 20:00 de normale tijd. Even overleg bij de jury. Heeft time-out. Time-out voor Leiden. Nou, 5 minuten 8, 53-45, 8 punten voor. Ik bedoel, we hebben afgelopen wedstrijd meegemaakt dat Leiden 3 punten voor stond op een gegeven moment en dat nog 4 minuten gaan waren. En dat Leiden geen bal er meer in kreeg. En dat Aris een aantal 3 punten achter elkaar erin denderde via Michaels en Van der List. En Cumulus een bergvrije worpen erin gooide. Terwijl iemand naast mij zei, het hele jaar mist hij ze en nu gooit hij ze erin. Ja. Dat was iemand van de Friese krant, van de Leeuwarden krant. Kun je dat misschien nog eens een keer doen, maar dan met een Fries accent? Of is, dat, is dat last? Is dat veel gevraagd? Ik ben geen Fries. Blijf oefenen. Ik ben geen Fries. Nee. Dus. Ja, je achternaam suggereert anders, Martin, maar niet alles met een A is een volbloed Fries, zullen we maar zeggen. Nee. Mijn voorouders, mijn vader wel. Juist. Maar goed, ik ben geboren in Zaandam. Ah, oké. Opgegroeid, dat wist ik niet. Een jaartje in Den Haag en daarna al naar Oegstgeest. Ik denk dat ik 2 was toen ik in Oegstgeest kon wonen. En toen hadden we eerst nog een ander huis en nu woon ik in het huis van mijn ouders. Dus, oh ja, dat is waar ook. Ja, mooi is dat. Je bent er geweest, dus je weet het. Is mooi wonen in Oegstgeest. Ja. Leiden is mooi, maar Oegstgeest is gewoon chic te noemen. En gewoon heel prettig. En je zit zo in Leiden en je zit zo aan het strand. Dat gaan we morgen doen, maar we gaan eerst kijken of Leiden gaat overleven. Wedstrijd 3. Nou, ik ga morgen niet naar het strand, ik ga morgen tenniscompetitie spelen. Ja, nou. Verschil moet er zijn. Dat zal dan weer op Facebook worden gerapporteerd hoeveel prijzen Martin dit jaar weer in de wacht sleept. En hoeveel boekenbonnen, klusbonnen en bioscoopbonnen. Dat is met het toernooi, dit is de competitie. Akkoord. Daar melden we niet zoveel van. Akkoord.
Bon, Leiden aan de aanval heeft geen haast natuurlijk. De Jong cuts de corner. En de bal blijft bij Leiden. In Den Bosch is het stand na het derde kwart 65-72. Plus 7 voor Rotterdam. Ik snap nou uiteindelijk, dat heeft heel lang geduurd, dat heb ik wel vaker. Waarom De Jong, die hier niet scoort, maar Fanny met de rebound. Ik dacht eerst dat De Jong iets in zijn neus had, dat witte. Maar hij heeft een knopje, een sieraad in zijn een van zijn neusvleugels. En dat wordt afgepakt met dat witte kijkertje. Oh, een hele belangrijke bal van Sergio de Randami. Prachtige fadeaway. En ik zei het al, ja, nu moet je toch als Leeuwarden, ja, ik bedoel, neem dan maar een schot of zo. Je moet 10 punten inhalen. Ja, als Leiden er nog een stuk of 6 scoort, dan moet je zelf nu een keer of 8 scoren. Dat is gewoon 2 keer per minuut. Dan moet je wat verzinnen. Maar dit helpt natuurlijk niet. De pijp lijkt op zich leeg bij Aris. Hoe dapper ze ook hebben gestreden, de Leeuwen uit Friesland. En wat ik al zei, Leiden natuurlijk totaal geen haast meer. En Leiden overigens wel in de penalty. Pasje op Ferdi is goed. Ziet er goed uit voor zorg en zekerheid. Leiden op. Nemen een voorschot op die halve finale. En net zoals vorig jaar zal die gaan tegen Landstede Zwolle. En dan is natuurlijk altijd de vraag, hoe gehard is Leiden door die drie wedstrijden tegen Aris en hoe soft is Zwolle geworden met die anderhalve week rust. Ik kom nog even in een tussenstand van de New Heroes for Bees. Waarom zo snel? Dat zat er niet. Er zat er 65-72 na drie kwarten. Dus Den Bosch moet nog steeds een achterstand goed zien te maken. En laten we weer bij deze wedstrijd concentreren. Koemelis leek bijna lopen. En ja, voor je het weet moeten we ook nog naar diepte records gaan kijken. Of dat zal eigenlijk wel moeten. Oh, is dat de charge? Ja, no basket. Als die bal tenminste niet al heel vroeg los was, dat wordt nu denk ik gecheckt. Was de bal eerst los en toen de charge of andersom? Eens kijken of de score wordt toegekend. De bal is door de ring gegaan. Geen score en een charge. Dat betekent dus een P erbij van Michaels. Terwijl wij zien dus, Martin heeft het al genoemd, Kerasi als enige van de hele hal op 4 P's. Ja, er zal ook gekeken moeten worden, niet alleen naar het diepte-record van 1 kwart van 1 punt, wat dus gevestigd is, maar ook naar het diepte-record denk ik voor 1 helft. Want Leeuwarden heeft dus 7 punten in de tweede helft. Jacob Bergsma, kom er maar weer in. Ja, goede Jacob. Wie weet kunnen we hem 2 keer oproepen als een soort genie dat je over die bottle wrijft en dat... De statistiek is Jacob Bergsma opstijgt, ja, is... en zijn voodoo doet en in de dikke, dikke beduimelde geschiedenisboeken van het Nederlandse basketbal gaat opzoeken hoe dat zit met de punten. Stemmingen erin op de tribune. Hier Ome Ronald, een van de trouwe supporters met zijn sari. En weinig hoogtepunten de laatste tijd en als ze er zijn, zijn ze van Leiden. En van David Michaels. U ziet hier nog een keertje dat mooie blokshot. Na de wedstrijd hopen wij te spreken met beide coaches. Nou, met Paul van Vaak lukt dat altijd wel. En Tony van der Bos, we gaan het merken. Ja, die hebben de ik laatste... denk dat zij ervan zullen schrikken dat het hierboven nog 10 graden warmer is dan beneden. Maar ja, ze zullen toch naar boven moeten komen. Ik verwacht alleen van Vaak. Tony heeft ons de laatste 2 keer, kwam die ook niet. Dat hebben we vorige keer nog Mladenovic iets zover kunnen krijgen. Wij zullen zijn horecabestelling maar even parkeren. Ja, we kunnen een watertje bestellen en dan drinken we die zelf uiteindelijk op. Dus, nou, nog 3 minuten 14, 12 punten voor Leiden. Carrington Love dribbelt de bal op. Gaat er een wonder gebeuren? Gaat Leiden een historische instorting laten zien? En Aris dus een historische comeback, 12 punten in 3 minuten. Of wordt het business as usual? In ieder geval, was dit goaltending of ja... Inderdaad. Scheidsrechter van Sloten fluit in ieder geval voor goaltending. Dat lijkt me wat op... Nou ja, ik heb even de replay niet opgenomen. Ik kan het achteraf nog wel uit gaan zoeken. Denk ik. Maar ik vat zelf ook wel zo'n vermoeden. Maar een heel listig balletje van Love die je me heel vroeg al losliet. En heel met een hoge boog.
Ja, dat is goed gekeurd. Bij Ares hoopt dus nog dat er vrije worpen kwamen voor een aanvallende fout in de rebound. Loof komt op met 11 punten. De scores zijn goed verdeeld bij Leiden. 12 voor de Randami, die uitstekend speelt. 7 voor Kirazi, 11 dus voor Loof. 14 voor de Jong, 12 voor Veddy, die is gaan scoren in de tweede helft. En weer geen score dit keer. Blackman die wil dan een P. Dat lukt helemaal. Maar dan ook helemaal niks meer bij Ares Leeuwarden. De Jong heeft trouwens in de tweede helft ook nog niet gescoord. Zonder de rust ook nog 14. Ja, Michael is de enige bij Ares in de dubbele cijfers met 13. Maar daar staat hij al heel lang op. 9 punten voor Mladenovic. En verder niemand met meer dan 6. Ja, daar ga je in principe dan niet mee winnen. Love met een clear out. Geen verdedigers aan deze kant. En ja. Ja, misschien ook wel een klein beetje meebewogen van Koemelis, maar slim gedaan. Zag het van verre aankomen dat Love 1 tegen 1 ging en aanvallende fout van de man van Leiden. Ja, Koemelis is wel een koning in het laten zien dat er wat gebeurt. Ik kan me ervoor de laatste competitie. Dat er wat gebeurt! Ja, daar gebeurde er niks. De laatste competitiewedstrijd hier krijgt hij een soort flopping, een onsportieve fout. En de andere keer krijgt hij een fout mee. Waar ook niks gebeurde, maar goed. Michaels naar Blackman, die moeten dan in. Jongens, er wordt goed gecontest hoor. Wel 2 maal, maar weer geen field goal voor Leeuwarden. Blackman werd geblokt door Wilfried de Jong ook. Ja, dus goed gecontest, maar niettemin. Je komt helemaal vrij onder de ring en probeer hem er dan gewoon eens in te gooien of even een fake te maken. Lukt er allemaal niet. Vierde fout van de Randami. Dus Leiden heeft nu 2 man op 4 fouten staan. Ja. Met nog 2 minuten 8 en 14 punten voor. Ja, niemand met meer dan 3 bij de Vriezen. Oh, he kissed the sky. Emil Blackman. Ja, ik denk dat Ares wel een beetje pech heeft gehad dat Blackman... Dankjewel Jacob. Ja. Vlak voor de playoffs geblesseerd raakte. Jacob heeft wat gemeld. Jacob heeft gemeld. Dankjewel daarvoor. En voor zover hij zo snel kan nagaan in de hitte van de strijd is het laagste aantal voor een playoff wedstrijd voor de punten in een helft 15. En Ares staat nu op 8. Klopt dat, Martin? Ja, 8. Nou, dan gaat dat record denk ik ook gebroken worden. En dat is niet iets om heel erg blij mee te zijn in dit geval. Dat je een record breekt. Airball van Love. Het feestteam is aangezet door Supersound Leiden. En nu kan het toch eigenlijk niet meer misgaan. 13 punten, 1,5 minuut. En zou je zelfs kunnen zeggen, misschien even wat mannetjes wisselen. Iedereen is moe, iedereen heeft het heet. Ja, heel veel wissels heeft Leiden op zich niet. Maar wel een driepunter van Plekman. Ik zou niet wisselen in deze fase. Gewoon je... Die 1,5 minuut kunnen we ook nog vol spelen. Ja, er zit zeker wat in. En Leiden neemt de tijd terecht. Dat doen ze al een poosje. 10 punten. Nou, uiteindelijk niet echt in gevaar geweest de hele avond. Wel in de wedstrijd gehangen toch in de eerste helft. Maar nooit een grote achterstand gehad. En solide afgemaakt. En Ferdy pakt heel veel een beetje afvallende balletjes zou je kunnen zeggen op. Rebounds en gekraakte passes. Blackman wil nog wel wat, denk ik. En wie gaan we dan in het nieuwe jaar terugzien bij de Vriezen? Amerikanen gaan naar huis. Het zijn altijd dan hele rare momenten voor zo'n ploeg die wordt uitgeschakeld. Michaels wil ook nog wel wat, maakt daar een P. En is dat dan zijn 5e voor Michaels? Nee, zijn 4e. Eerste bij Ares met 4 P's. David Michaels. Niemand nog valt daar bij Leiden, dus wel de Randami en Kirazi op scherp. Maar Kirazi zit op de bank. Staat bij de bank in ieder geval. Misschien dat ze niet inzetten vanwege de fouten die Ares gaat maken en op Kirazi. 15e punt voor Wordy de Jong. Dat is de eerste van de tweede helft. Ja, jammer voor Leeuwarden, wel heel gaaf voor ze dat ze zo'n goede thuiswedstrijd hebben weten te laten zien. Kunnen ze meenemen naar het nieuwe seizoen.
een seizoen met lekker één wedstrijd extra per speelronde. Doordat we lekker op een even aantal teams zitten. Namelijk 10 in de Dutch Basketball League. En ja, wie weet is dat een jaar later nog weer hoger. Wie zal het zeggen? Ik begreep van een uit de artikel uit de Gelderlander, waarin Martin Jonker ook geciteerd werd, dat de deur nog op een heel klein kiertje staat voor TBG Dragons, Nijmegen, Wiegen. Maar die moeten dan wel heel snel wat laten zien. Dat het competitieprogramma is namelijk al gemaakt. En dan zou dat weer een beetje aangepast moeten worden. Ja. Dus ik zie het niet gebeuren. Nou, hangen er al een tijd tegenaan. Ze zijn goed ook bezig met de jeugd. En hebben ook een aantal uitstekende coaches in dienst. 100% respect voor Rens Butter wordt hier gechat. En waarom ook niet? Leiden gaat naar de halve finale. En daarin wacht Landstede. Ik denk dat dat een klassieker weer gaat worden tegen de goed georganiseerde ploeg. Goeie paas van der List. En ja, valt hem met moeite in dat balletje. En dan zit Aris dus op alsnog op 15 punten deze helft. En daar evenaar is er dan het diepte-record mee. Ja. Maar ze verbreken het diepte-record dus niet. Maar wel het diepte-record van 1 punt in een kwart. Dat was het derde kwart dat ze de das omdeed. Even naar Den Bosch. Den Bosch heeft de voorsprong genomen. 80-79 met nog 4 minuut 55. Hoge score die wedstrijd. Heel gaaf. Ongetwijfeld Kolk in de Maaspoort. Heus bedankt allemaal voor het kijken. Blijf lekker bij ons hangen. 55 likes. Super bedankt. Dat zijn hele lekkere cijfers over records gesproken. En gaat Aris nog een schotje wagen? Nou, misschien kunnen ze nog van dat record afkomen. Ja, ze staan nu weer gelijk. Ex equo. En wij gaan straks nog een interview doen met in ieder geval Zorg en Zekerheid Leiden hoofdcoach Paul Vervaak. De winnende coach van vanavond. En daar doet dit niks meer aan af. Ja, het zijn inderdaad van het Michaels. Diepte record voor een helft af. En dan is het klaar. We zijn alle blij. En dan gaat een enorme confettibom af. Wat een rommel, mensen. Maar mooi. Mooi. In het groen en wit van Zorg en Zekerheid gaan daar de snippers de lucht in. Bij de harde kern. 11 punten winst. Leiden wint de serie met 2-1. Ja, daar kan ik niks meer aan toevoegen. Ik denk dat we gewoon even uit de lucht gaan en dan straks misschien even inbreken als we de statistieken hebben. En als we ook de eindstand van Rotterdam hebben.
to a getting rough. My mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no.
We'll be right back.
Ja, we kunnen. Oh, bijna. Paul, jij hoort me goed zo? Ja, ik hoor het goed. Oh, oké. Gefeliciteerd met de overwinning. Dank je wel. Zwaar bevochten overwinning, denk ik. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Laten we eerst maar kijken naar de eerste helft. Hoe ging de eerste helft voor je? Well, eerste helft scoren we niet makkelijk. We geven 38 punten. Ik vond dat iets te veel. Een beetje twijfels ook in aanval. Ik denk dat we met de rust de juiste dingen gedaan hebben. En puntjes op de i gezet hebben. Maar wat ik vooral onthoud van deze wedstrijd is een play-off mentaliteit. Een winnersmentaliteit van ZZ Leiden. Bijvoorbeeld 22 aanvallende rebounds. Ja, dat betekent dat een winnersmentaliteit is. Wij hebben 22 aanvallende rebounds. Wij maken 21 punten uit second chances. Dus ja, de eerste helft valt dat shot niet. De tweede helft gaat dat iets beter. Maar als je dan iedere keer die bal terugneemt, dan neem je het tempo van de tegenpartij weg. En dat is hetgeen dat ik bedoel met een winnersmentaliteit. Hè. Ik weet niet, als ik me goed voor heb, scoort in het derde kwart Leeuwarden 1 punt. Ja, dat is een diepte-record in de play-offs. Dat hebben we even nagevraagd bij het archief. Dat is nog nooit gebeurd. Nee. Wat heb je veranderd in de verdediging? Ik denk, wij hebben dat vorige keer ook gedaan. Een bepaald type zone gespeeld. We hebben dat ginder ook gedaan. Dat is ginder ook gelukt. En we hebben dat nu teruggedaan en dat is weer gelukt. Maar het is niet wat dat je speelt. Het is hoe dat je het speelt. En ze hebben dat zo agressief gedaan. Met een winners play-off mentaliteit. En daardoor hebben we die wedstrijd naar ons getrokken. Ze hebben geen gemakkelijk shot meer genomen. Zelfs wat steals. We hebben ook nog eens 12 steals vandaag. Dat is toch ook niet niks. 5 blockshots. Dat zijn dingen die je uit de statistieken haalt. De rebounds, de steals, de blockshots, al die zaken. Die dat te maken hebben met agressiviteit. Ja, precies. Hadden we ook meer false breakpoints? Want je hebt het toch voor je lijst staan. Ja, 18. 18 en zij 2. Ja, waar je stopt false breaks niet door achteruit te lopen. Je stopt false breaks door de aanvallende rebound te nemen. En door druk te zetten op de aanvallende rebound. Daar stop je false breaks mee. En dat hebben we, vind ik, de laatste wedstrijden goed gedaan. Ja, dus voor mij had je de eerste wedstrijd 19 aanvallende rebounds. Vorige keer ook 19 in Leeuwarden. Ja. Nu dan 22. Ja, dat is natuurlijk wel een kracht. En ik weet dat je vaak hebt gezegd van ja, we moeten meer in die aanvallende rebound gaan. Ja. We pakken te weinig. En ja, als je dan dit ziet in de play-offs vertaald ziet worden. We hebben 3 spelers die 5 aanvallende rebounds pakken. En als je ziet, Moos speelde al small forward, maar dat is niet onbelangrijk. Mensen zien dat misschien niet. Maar die heeft dus wel 11 rebounds. Hè. Mm-hmm. Dat is, en als je dan... Als je dan weet dat Worthy er ook nog eens 13 pakt, ja, dat is allez, van een belangrijke waarde. Dat heeft niks met aanval te maken en niks met binnenschieten en zo, maar dat is een heel belangrijk stuk. Ja, precies. Dinsdag Zwolle. Wat ga je nu doen? Heeft hij morgen een dagje vrij? Of ga je morgen... Wel, morgen denk ik dat zij toch even moeten recupereren. Mm-hmm. En dan maandag gaan we Zwolle voorbereiden. En dan gaan we voor de halve finale. Ja, precies. De herhaling van vorig jaar. Ja, klopt. Het was toen natuurlijk een mooie serie over 7 wedstrijden. Met een wat minder Leidse einde, zullen we maar zeggen. Die laatste wedstrijd was natuurlijk niet zo best. Hoe schat je de kans in? En hoe schat je de kans in dat we nog wat versterking krijgen met Voorn of Versteeg? Well, daar zijn een paar dingen. Eén, hoe moet ik het zeggen? Floris Versteeg, ja, dat is een breuk. En die breuk die moet helen. Dus ik denk dat zijn plaatster eraf gaat binnen een week. Ja, en dan, hij zei vrijdag. Op vrijdag. En dan gaan we kijken. Jesse is zeer hard aan het werken. Onze medische staf doet er alles aan om die zo vlug mogelijk klaar te krijgen. Je kunt natuurlijk niemand forceren. Die voet moet eerst in orde zijn. Hij heeft wat achter. Ik verwacht niet eerste wedstrijd. Maar allee, ja, dat zit in de positieve ding. Maar ik denk persoonlijk niet.
En dat heb ik ook al gehoord, ook van Jesse. Dinsdag zal dat niet zijn. Nee. Maar wie weet daarna, stap per stap. Hij moet natuurlijk nog, hij moet dan ook dat basketritme terug oppikken natuurlijk. Maar bij Jesse, hij werkt daar. Bij Floris is, als die breuk genezen is, ja, dan kan die spelen. Hè. Ja, precies. Dat is een spalkje die je ja, voilà. Of je kapt hem af. Ja, dat kan ook. Het is toch zijn linkerhand. Ja, voilà, dus dat is toch niet belangrijk. Dus hoe schat je de kans überhaupt tegen Landstede in? We hebben natuurlijk in seizoen 3 van de 4 wedstrijden verloren. Ik heb het idee gehad dat we die 2 uitwedstrijden met die vrijworpen van Vette die misgingen. En die laatste wedstrijd dat de uitbal misging. Dat je die eigenlijk alle 2 had kunnen winnen. Ja. En die laatste wedstrijd speel je dan ook al zonder Voorn. Ja, kijk naar de rangschikking. Hè. Wij eindigen met 3 ploegen op de 2e plaats. En wij zijn 3e en het komt op 1 puntje aan. Ja. Dus ik denk dat, dat Zwolle en zowel wij elkaar waard zijn. En dat het in de play-offs is het altijd verschillend en altijd iets speciaals. Ja, Bart die komt mij roepen voor naar dingen te gaan. Ah, okay. Laatste vraag. Ja. Forward Lease Rotterdam heeft New Heroes Den Bosch uitgeschakeld in Den Bosch. Had je dat zien aankomen? Had je dat verwacht? Nee, eerlijk gezegd had ik dat niet verwacht. Eerste wedstrijd, ik heb wel de 2e wedstrijd gezien. En daar was Rotterdam zeer sterk. Weer een zeer sterke kanda. En vandaag hoor ik dat hij er weer 35 had. Ja. En ja. Dus. Nou, oké, dan laat het hierbij, Paul. Dan spreken we je graag weer volgende week donderdag. Oké, ja. Stefan, bedankt dat je wilde komen. Ook al heb je de wedstrijd verloren. Misschien heb je ook wel iets van, ik wil wel wat anders. Even terugkijkend op deze wedstrijd. Waar ging het mis voor Ares? Zoals alle wedstrijden eigenlijk die we tegen Leeuwen of tegen Leiden hebben gespeeld, hebben we de rebounds weer verloren volgens mij. Ik heb de stats niet gekeken, maar... Ik kan je vertellen, Leiden had 22 aanvallende rebounds en jullie 25 verdedigend. Ja, dat is uiteindelijk het grote verschil. Ze hebben meer possessions en ik denk ook dat ze meer ervaring hebben in het team. Jongens als Wirtie, Mo, Sergio,
Ze hebben gewoon iets meer ervaring in het team. En uiteindelijk heeft die zone van hun onze das omgedaan. Want je zag ook in de wedstrijd in Leeuwarden dat ze een dikke run maakten. En vandaag ook weer. En ondanks dat we wel een aanval erin hebben gezet die eigenlijk hoort te werken, lukt het ons niet om de goede beslissingen te maken. Dat is gewoon heel jammer. En ja, als je achteraf een beetje denkt naar acties, dan had je misschien iets anders kunnen doen maar, als team. Maar al met al ben ik trots op dit team, op de organisatie, op de coachingstaf. Als je kijkt waar wij vandaan komen van het begin van het seizoen, je weet nog die wedstrijd die we hier met 30 hebben verloren, kansloos. Ja, 85-55. En waar we nu hebben gestaan, we hebben echt een serie van gemaakt. En ik ben echt trots op alle jongens en op het hele team en de organisatie. Dat we een stap vooruit hebben gemaakt, hoe zij vorig jaar waren. En nu gaan we verder kijken. Ja, wat houdt jouw toekomst in? Ik heb geen idee. Ik heb 1 jaar contract gehad. En ja, ik ben nu eigenlijk free agent. Dus iedereen kan nu gaan praten met Stefan Landenig iets om naar je ploeg te halen. Ja, in principe wel. Kijk, ik heb het echt naar mijn zin gehad in Leeuwarden. En een belangrijke rol gehad. Wat ik ook belangrijk vind op dit moment. Ja, gewoon starten of veel minuten maken. Ja, goed. We hebben afgesproken dat ik van de bank zou komen. De laatste paar wedstrijden ook in de playoffs. Om een beetje balans in het team te houden. En ik denk dat het ook prima heeft gewerkt. Maar uiteindelijk respect voor Leiden, voor hun spelers. En ik wens hen heel veel succes in de halve finale. Ja, jullie konden niet voor een verrassing zorgen. Rotterdam heeft dat wel gedaan. Rotterdam heeft namelijk net met 2 punten verschil van New Heroes gewonnen in Den Bosch. Oké. Okay. Ja, ik heb het net gehoord trouwens van een Leiden-fan. Ja, dat is ongelooflijk. Maar goed, dat is topsport, hè. Dat kan gebeuren. En Rotterdam heeft ook echt goed gespeeld. En die jongen, die Kanda, die heeft echt een heel goed seizoen gedraaid. En ook respect voor hun natuurlijk. Echt knap werk van Rotterdam. En hoe zij ook organisatorisch, maar ook qua spelwijze gewoon vooruit gaan. Dat is mooi om te zien. Ja. Hey, het seizoen is voor Ares nu klaar. Wat ga je zelf doen? Ik bedoel niet voor volgend jaar, maar trainen jullie nog even een paar weken door? Of ga je voor het Nederlands team of het Nederlands B-team? Of ga je überhaupt nog wat doen in de zomer? Nee, ik heb niks van het Nederlands team gehoord. Want er zijn dus nu anders dan voorheen dat er in de zomer getraind wordt. Dus nu hebben ze een vaste kern, denk ik. En ik heb daar niks van gehoord, dus dat weet ik niet. Ik zal even rusten, want ik heb eigenlijk sinds kerst heb ik last gehad van hielspoor. Mm-hmm. En nog steeds heb ik daar een beetje last van, maar ik heb gewoon doorgespeeld. En dan moet ik nu even laten rusten. En daarna ga ik beginnen met trainen. En ik ben ook afgestudeerd dit jaar, dus daar ben ik heel trots op. En ik heb nu wat meer rust ook en ik kan me nu echt helemaal alleen op basketbal focussen. En daar ben ik ook heel blij om. Ja, je gaat hier gewoon nog even een paar jaar op basketbal focussen nu je afgestudeerd bent? Ja, zeker, zeker, zeker. Okay. Dus we gaan kijken wat het gaat brengen. Maar ik heb er heel veel zin in en ik heb enorm naar mijn zin gehad dit jaar. Dus we gaan het zien. Oké, dankjewel. Nou, als je volgend jaar weer speelt, waar dan ook. Je bent altijd welkom na de wedstrijd om nog even je visie op de game te geven. Het is altijd gezellig om even met je te praten, ook buiten de wedstrijden om. Dankjewel. Nou, succes aan Leiden dit jaar nog. We gaan er een mooie serie van maken, tenminste, dat zeg ik altijd. Maar dat zullen we zien. Oké, dankjewel. Joep.